Goedemiddag en welkom bij Going Green, een serie van 6 dialogen georganiseerd door Vereniging Delta Metropool, Provincie Flevoland en de Floriade in aanloop naar de Floriade Expo 2022 met als slogan Growing Green Cities. Mijn naam is Sophie Stravens en ik mag deze middag voorzitten, vooruitlopend dus op de Floriade-expositie. Vandaag alweer de 6e dialoog uit deze serie en dus de laatste. Afgelopen keren zijn we al in gesprek gegaan over tal van onderwerpen, over voedsellandschappen, over logistieke landschappen, biobased bouwen, inzet van internationale netwerken. En elke keer ga ik in gesprek met 2 of 3 experts over dat specifieke thema. Bouwen aan de groene stad. En wat is die groene stad nou eigenlijk? We hebben dus al verschillende onderwerpen gehad en vandaag is het thema werken in de groene stad. In een groene stad is de economie natuurlijk ook groen of duurzaam. We hebben andere type banen, werken op andere plekken, op andere tijdstippen wellicht. En hierbij passen ook andere type gebouwen en werklandschappen. Nou, hoe zien die werklandschappen in de toekomst er nou uit? En hoe zorgen we dat er daar ruimte voor is en ook voldoende draagvlak voor? Ook vandaag doe ik dat weer niet alleen, onderzoek ik die vraag niet alleen. En heb ik weer 2 fantastische experts aan tafel. Hier live in de studio zit Karel van den Bergen. Hallo. Hallo, goedendag, welkom. Universitair docent ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling aan de TU Delft. En online aan tafel, hij kon helaas door quarantaineplicht niet live aanwezig zijn, maar hij is er online gewoon bij. Helmoet Toele, senior stedenbouwkundige. Bij provincie provincie Zuid-Holland natuurlijk. Klopt. Nou, de dialoog deze keer. Hallo, goedendag. Fijn dat je erbij bent, Helmoet. Vanuit je thuiskantoor. Klopt, op een Rotterdamse zolder. Ja. Nou, fijn dat het zo gaat. En we zijn natuurlijk al goed geoefend, dus dat gaat helemaal goed komen ook deze keer. De dialoog deze keer is ook weer opgebouwd aan de hand van een 3-tal stellingen. Die ook thuis aan u zullen worden voorgelegd. En daar kunt u ook op reageren. En daar gaan we hier aan tafel over in gesprek. Heb je een opmerking, een kwestie die je hier ter tafel wilt brengen, of een vraag aan een van de experts, zet ze in de chat. Ik weet niet of dat ik alle kwesties en vragen hier aan tafel aan bod kan laten komen, maar ik zal er zeker een aantal uitlichten en aan Karel of Helmoet voorleggen. Maar voordat we de hele dialoog induiken aan de hand van de stellingen, hebben we eerst ruimte voor een 2-tal presentaties. Te starten met Ivan Karel van den Bergen. Karel, je bent assistant professor in spatial planning and urban development aan de TU Delft. Je focust je onder andere op de geopolitieke randvoorwaarden voor de transitie naar een circulaire economie. Je richt je veelal ook op de ruimtelijke planning in havensteden of van havensteden. Je hebt ook meegewerkt aan het onderzoek naar de Binkhorst als circulaire hotspot. En vragen waar jij zo op in zult gaan, onder andere, is hoe kunnen we nou onze duurzame ambities transformeren naar beleid, maar ook naar uitvoering? Hoe creëren we draagvlak? Ik noemde het al in de inleiding. Welke disciplines, inzichten en narratieven hebben we nodig om dingen ook echt in beweging te zetten? En op welk schaalniveau moeten we denken, samenwerken en aan de slag? Ongeveer 20 minuutjes. Het is een breed thema, maar je gaat het proberen in ongeveer 20 minuten ons daarin mee te nemen. Ja, ja, dankjewel. Ga je gang. Ja, goedemiddag iedereen. Nou, mijn presentatie in de komende 20 minuten die gaat over dit. En ik al een stelling die in de titel staat. De circulaire economie is een kind van zijn tijd. En de subtitel is een tijd waaraan stedelijke planning tussen haakjes nog niet is aangepast. En ik hoop dat ik je kan meenemen in het verhaal. Het zijn ook heel veel dingen waar ik nog mee bezig ben, waar ik ook nog heel veel over discussieer en over nadenk. Maar ik hoop dat ik een rode draad kan doortrekken. Goed, de structuur van de presentatie. Eerst zal ik een korte les ruimtelijke economie geven. Dan ga ik inzoomen op wat ik noem peak urbanism. Dan vertel ik wat de wereld van morgen kan of zal worden. Een re- of zelfs de-globaliserende wereld. Puntje 4 is dat ik dan inga op de stedenbouw en daar stel ik dat die nog niet aangepast is aan deze nieuwe tijd. En uiteindelijk kom ik tot het thema van de dag, de groene stad. Hè. Wat is dat nu?
Voordat ik met de presentatie begin, enkele proposities, enkele stellingen die de presentatie situeren. De groene stad die wordt meerschalig bekeken. Dus in de presentatie ga ik vaak springen tussen schalen van lokaal tot globaal. Maar dat is net het punt dat ik wil maken. En de tweede is de bril die gebruikt wordt in deze presentatie, is de circulaire economie. Dus ik bekijk de groene stad vanuit de circulaire economie. Waarom deze bril? Wel, eerst en vooral omdat die populair is, de circulaire economie, dat helpt. En ten tweede omdat de circulaire economie als concept handig is, conceptueel dus, om de ruimtelijke relatie tussen werken en wonen te bekijken en ook te verklaren. Goed, dat gezegd zijnde, begin ik aan de korte les ruimtelijke economie. En eerst en vooral wil ik even uitleggen wat specialisatie is. En hier op de rechterkant van de slide zie je de evolutie van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten. En wat je ziet hier is in feite best simpel, is dat in de helft van de 19e eeuw was de economie, de maatschappij zelfs, van de Verenigde Staten overwegend landbouw en landbouwactiviteiten. Dan zie je gaandeweg dat het afneemt, dat dat deels wordt ingevuld door industriële activiteiten. De industriële revolutie komt op. Maar je ziet ook al heel snel, en natuurlijk zie je dat snel stijgen richting deze eeuw, dat de dienstensector het belangrijkste deel van de inkomsten in de Verenigde Staten verklaart. Dus meer dan 80% van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten vandaag komt uit de diensten. En deze grafiek die je hier ziet, die is bijna gelijkaardig voor alle westerse landen. En dat is best opvallend, want wat je hier ziet is een fundamentele wijziging in de maatschappij en de economie. En dat is best snel. Dus we zitten hier maar sinds halfweg 19e eeuw tot vandaag, zie je twee belangrijke transities. Eerst van landbouw naar industrie en dan van industrie naar diensten. Wat zijn diensten? Ja, dat is een beetje van alles, zoals consultancy, banken, juridisch, logistiek, zorg en onderwijs. Nou, dit heeft ook een ruimtelijk effect gehad. Want die diensten die werden altijd maar belangrijker in de economie. En ook ruimtelijk begon zich dat te manifesteren. Die diensten begonnen zich namelijk te clusteren op bepaalde plaatsen. En bepaalde plaatsen werden zo belangrijker dan andere plaatsen. En in een paar decennia geleden begonnen geografen dit te beschrijven en die begonnen dat aan te duiden als de global city. En hier rechts zie je een cover van de Time magazine die mooi toont Nilongkong. En dat is New York, Londen en Hongkong. Ja, dat zijn drie van die steden die inderdaad de globale economie domineren en ook controleren. Waarom? Omdat heel veel van die dienstensectoren, de dienstenfuncties, zitten samen in die plaatsen. En die plaatsen, zoals New York en Londen, die hebben veel meer te maken met elkaar, veel meer gelijk met elkaar, dan met hun omgeving. Dus die plaatsen die zijn belangrijk om te verklaren hoe de globale economie gestructureerd en werkt. En ook onder deze categorie van de global city heb je ook belangrijke steden. Daar meestal duiden men dan bijvoorbeeld Amsterdam daar. Dus Amsterdam, ook Amsterdam dus hier in Nederland, is zo'n plaats waar heel veel van die functies zich clusteren. Dan op globaal vlak, de globalisering die kwam op. Wat is er daardoor gebeurd? Die specialisatie heeft zich ook globaal gemanifesteerd. In het algemeen, ik veralgemeen natuurlijk, kun je stellen dat de westerse wereld zich vooral heeft gespecialiseerd op diensten. En de landbouw en industrie die is hier toch zeker in financiële waarde een stuk vertrokken en geëxternaliseerd naar andere delen van de wereld. Wat is er dan ontstaan? Zijn mondiale waardeketens. Die bestaan al eeuwig, maar de globalisering is toch voornamelijk sinds het tweede deel van vorige eeuw gigantisch opgekomen. En die mondiale waardeketens hebben heel veel logistiek nodig. En in deze waardeketens van financiën en logistiek en materialen is de rol van Nederland en bij uitstek de westerse wereld, maar Nederland in specifiek, focussen op diensten. En ruimtelijk kun je dat zien. Hier zie je twee plaatjes uit Rotterdam. Dus Rotterdam is, de haven van Rotterdam dan, is enorm goed in logistiek, de haven van Rotterdam, maar is ook belangrijk in de dienstensector. En dat zie je dan ook ruimtelijk. Het risico van specialisatie is echter dat het overgaat in optimalisatie. Specialisatie is een proces dat constant in verandering is, dus nooit in evenwicht. Maar optimalisatie die gaat vooral het houden en verbeteren wat er al is en dat evenwicht vasthouden. Het risico met optimalisatie is dat je in de zogenaamde creative destruction komt. Waarin dat je, als je niet meer innoveert, je uiteindelijk wordt ingehaald door je concurrentie en zo minder relevant wordt. En we kennen deze creative destruction allemaal wel, ook al wordt het nooit zo aangeduid, want die creative destruction, die optimalisatie, is vandaag best in het nieuws in Nederland. En dan omtrent de logistieke sector, rondom Schiphol en de haven van Rotterdam. En waarom hebben wij, of Nederland, Schiphol en Rotterdam?
Ja, dat is niet zomaar. Dat was echt een beleidsbeslissing in de jaren 80, het Mainport-beleid. Die zei van, ja, we willen specialiseren in die globalisering. En dat kunnen we realiseren door te focussen op kwantitatieve groei. Dus door te investeren in een nieuwe landingsbaan of een nieuwe terminal of een nieuwe sluis, kunnen we meer en meer logistiek aantrekken. Schiphol en Rotterdam zijn gigantisch gegroeid. En dat vertaalde zich dan ook in economische groei. Dus, terugdraaiend, dat is de reden dat je moet publiek geld investeren in Rotterdam en Schiphol om daar economische groei uit te halen. De motoren van de Nederlandse economie werden die ook wel vaak genoemd. Vandaag is die stelling toch wel, op zijn minst wordt die toch in vraag gesteld. De REC zit er een stuk in. En belangrijk is het rapport van het RLI in 2016. Dat zie je hier rechts. Die werd letterlijk gezegd de Mainport voorbij. En in dat rapport wordt mooi aangetoond dat de euro's die geïnvesteerd worden in Schiphol of Rotterdam, dat de gerealiseerde groei bijna minimaal is. En hoe komt dat? Omdat zowel Rotterdam als Schiphol, en ik bedoel dan de logistieke poot daarvan, niet meer zozeer aan het specialiseren is, niet meer een product aan het realiseren is die competitief is, maar vooral begonnen is met optimaliseren. Hè. Zoveel mogelijk en zo effectief mogelijk. Maar op zich zat daar niet zoveel, of zit daar niet zoveel innovatie meer achter. Voor algemeen natuurlijk. En ik vind dat dat toch een waarschuwing moet zijn voor de stad. En daar bouw ik dan de rest van de presentatie op. Want nu ga ik op de rechterkant van dit plaatje in. En als we vandaag over de stad spreken en we analyseren de stad, stel ik, het is een stelling, dat we vandaag misschien wel op een soort van peak urbanism zitten. En peak urbanism is in analogie met peak oil. Misschien heb je die term wel al gehoord. En peak oil die zegt dat er een moment komt in de geschiedenis dat het maximum van olie wordt gebruikt, waarna er heel snel andere producten worden gevonden. Dus de piek van oliegebruik. Dus hier stel ik het gelijk met, we zitten misschien op de piek van stedenbouw. We zitten misschien op het hoogtepunt van de geoptimaliseerde stedenbouw. En dat ga ik nu uitleggen aan de hand van de Green City, het onderwerp van vandaag. De Green City, gezien vanuit peak urbanism, dus gezien als optimalisatie, daarmee wil ik al zeggen dat bijvoorbeeld het zeer opvallend is dat het nog nooit zo gezond geweest is in de geschiedenis om te wonen in de stad. Meestal was het niet zo'n goed idee voor je gezondheid om te gaan wonen in de stad. Het buitengebied was vaker veel gezonder. Dat is vandaag helemaal niet zo. En dat is best opvallend. En hoe komt dat? Wel, die stad is een stukje veranderd. Zelfs fundamenteel veranderd in de geschiedenis. Dus zoals ik al zei, een stad, en dat is best algemeen, is zich meer en meer begonnen focussen op diensten en de cultuur die daarbij hoort. En om de mensen aan te trekken die die diensten nodig hebben, zoals consultancy, je kent ze wel, de yuppies, heb je een bepaalde sfeer nodig. Anders komen die mensen niet, de yuppies dus. Dus een stad moest zich ook wel aanpassen aan een betere leefmilieu om die gewilde arbeiders te kunnen aantrekken, om dan inderdaad die diensten te kunnen bevolken van arbeiders. Dus kortom, de stad begon zich meer en meer te focussen op wonen, winkelen, onderwijs en kantoren. En de meest recente die daarbij gekomen is groen. En in C kan je niks tegen de Green City, de groene stad, hebben. Want een betere duurzaamheid, een beter leefmilieu, dat moet je ondersteunen. Maar we moeten wel beseffen dat zo'n discours niet onschuldig is. De groene stad die past in feite in het rijtje van de Smart City, de Sustainable City, Eco City, Creative City, Global City. En het valt bijvoorbeeld al op als je in de literatuur opzoekt en ziet hoeveel artikelen er al beginnen van vandaag leven we in de urban age. Vandaag leeft meer dan de helft van de bevolking, van de wereldbevolking, in stedelijk gebied. Ja, dat kan allemaal zo zijn, dat spreek ik ook niet tegen. Maar er zit daar een ondertoon in dat de stad ongelooflijk belangrijk is vandaag. En dat brengt ook iets mee. Want als we allemaal akkoord gaan dat de stad zo belangrijk is, kan dat ook wel leiden tot degenen die daar veel baat bij hebben. Dus wat je vandaag ook ziet in steden, en dat is een stukje ook waar die woningcrisis vandaan komt, ook al is dat ongelooflijk complex, is dat steden zich beginnen optimaliseren zijn in een bepaalde manier van landontwikkeling, volgens een bepaalde agenda. In feite, prijsopdrijving. En dat is al in de jaren 80 beschreven, de Urban Growth Machine, waarin dus aan de hand van prijsopdrijving meer geld kan verdiend worden met die vierkante meter in de stad. En ik zeg helemaal niet dat dit fout nog goed is, maar het is een vaststelling. Maar waar ik vooral wil voor waarschuwen, zwaar woord, is dat we wel moeten beseffen dat die stad, die groene stad, zoals je hier op de rechterkant van de slide ziet,
dat die niet zomaar gekomen is, dat die binnen een bepaalde context zo gekomen is. De context is de globalisatie. Maar dat op dit moment die context aan het veranderen is, dus moeten we misschien ook onze stedenbouw aanpassen. Dus even heel snel, hoe komt dat nu dat wij zo mooie, veilige, groene steden kunnen bouwen? Ja, dat is deels omdat die globalisatie er gekomen is onder de Pax Americana. Wat is de Pax Americana? Het val van de muur, 89. Het idee dat de liberale, democratische economie zich wereldwijd zal verspreiden. De USA is de agent die zorgt dat handel mogelijk is. Ik zei het al, de mondiale waardeketens ontstaan. Best illustratief zijn de autobouwers. Alle delen komen van rondom heel de wereld om uiteindelijk dan op één plaats in de auto te worden gestopt. In het algemeen, de diensten zitten in het Westen, de productie zit in andere werelddelen. Opnieuw, het is vooral gemeend. En in feite, dat is ook al aangetoond, die globalisatie is een zeer succesvol project geweest. De wereldhandel is zesvoudig, het bruto nationaal product is overal gestegen. En heel belangrijk, 70% van de wereldwijde bevolking leeft minder in armoede. Dus dat is zeker geen mislukking, die globalisatie. Echter, de wereld verandert. Hè. We gaan in een minder of zelfs deglobalisering. En COVID kun je zien als een voorsmaakje. Er waren enorme ruzies, geopolitieke ruzies zelfs. Zelfs binnen de EU, rondom vaccins, mondkapjes, computerships en dergelijke. En misschien, je ziet de foto hier rechts, herinner je nog de grens letterlijk dichtging tussen Nederland en België. In Europa, zelfs binnen de Benelux. Maar die COVID, die dus een voorsmaakje is, is eigenlijk deel van iets dat al langer bezig is. Van die grenzen die weer meer belangrijk worden. China met zijn waistband in 2017, die zei van wij moeten dat westers afval niet meer hebben. Trump met zijn America First en dan specifiek bijvoorbeeld voor Nederland, die plots zei van ja, dat Tata Steel in Muiden, die moeten we niet meer hebben. De 5G-discussie met Huawei, Nord Stream 2, vandaag natuurlijk met de gas uit Rusland. De Polestar, een auto die je wel vaker ziet nu op de Chinese, op de Nederlandse wegen, maar in feite een Chinese Volvo in disguises. En we kunnen zelfs vandaag in Europa geen broodroosters meer maken. Ik zeg dit omdat ik dan Bert Hubert kan vermelden. En ik zou even googlen op hem. Hij heeft een fantastisch verhaal waarin hij de broodrooster gebruikt om in feite uit te leggen dat vooral de IT-sector in Europa helemaal zijn kunde verloren is. Dus hoe kwetsbaar Europa is, leer je van een broodrooster. Dat is zijn stelling. Dus wat is die wereld van morgen? Die wereld van morgen, ten opzichte van de wereld vandaag, verandert in de mate waarin werelddelen afhankelijk of onafhankelijk zijn van elkaar. En tot vandaag was de wereld heel hard afhankelijk van Europa op vlak van diensten. De wereld had ons, ik zie dan ons als Europa nodig, om zijn diensten in te kopen. En omgekeerd konden wij dus in het aanbieden van de diensten materiële en producten inkopen dus. Maar dit overwicht van de diensten ten opzichte van wat je inkoopt, is snel aan het veranderen. Je kunt niet meer zeggen dat China helemaal niet meer mee is in bijvoorbeeld bepaalde diensten. Dat kan je vandaag niet meer claimen. En in die hele veranderende wereld van morgen hebben de EU, maar ook China en Amerika een belangrijke strategie en dat heet de circulaire economie. Daar komt die al. En wat is die circulaire economie? Ik denk vandaag dat bijna niemand meer er nog nooit van gehoord hebt. Maar de circulaire economie vandaag wordt voornamelijk gezien en wordt vaak eerst verteld als een duurzame strategie. En dat klopt zeker hoor, maar dat kan zeker niet verklaren waarom het concept die we al decennia lang kennen, plots vandaag zo populair is. Wat wel kan verklaren waarom die circulaire economie zo populair is vandaag, is net die veranderende wereld, is de geopolitiek. En wat als je de circulaire economie vanuit geopolitiek standpunt vertaalt, wat is dat dan? Wel, als je circulair bent, kan je herbruiken wat je ooit al eens hebt ingevoerd vanuit andere, niet zo vriendelijk meer, landen, en die moet je dan niet meer invoeren. Dus met circulariteit bouw je je afhankelijkheid, die misschien kritiek wordt, af. En hier rechts zie je bijvoorbeeld zo'n rapport vanuit de Europese Commissie. Dus als je afhankelijkheid wilt afbouwen, door je producten te herbruiken, wat moet je dan doen? Wat betekent dat dan ruimtelijk? Reshoring. En reshoring betekent dat je bepaalde dingen die je ooit weggebracht hebt, de fabrieken bijvoorbeeld, dat je die enerzijds moet terughalen. En daar is veel ruimte voor nodig, zeker op de korte termijn, voor energie en industrie. En deze zullen niet in vergelegen haven of industriegebieden komen. Nee, die functies, en vandaag weten we bijna nog niet hoe we circulair moeten zijn, zullen enorm kennisintensief zijn. En veel van die kennis zit voornamelijk in stedelijke gebieden. Dus, in die wereld van morgen, ruimtelijk gezien dan, zal die circulaire industrie vooral de stad nodig hebben, maar de stad zal ook die circulaire industrie nodig hebben. Je komt al langzaamaan bij die groene stad.
En die ruimtelijke planning, de stedenbouw die we dus vandaag hebben, is niet aangepast aan deze nieuwe tijd. Want peak urbanism, die zit nu op zijn hoogtepunt van de focus op leefmilieu, kiezen voor woningen, autoluw en verdichting. En die stad is gigantisch aan het groeien, die optimalisatie van dat soort landgebruik. En de stad is op dit moment aan het zoeken naar ruimte die schaars is. En we bouwen vandaag niet meer in groene gebieden, zoals in het Vondelpark. Dat deden we vroeger trouwens wel. Maar wat we wel vandaag doen, en toch wel best makkelijk, is het kijken naar stedelijke industriële gebieden. En die omzetten voor het zoeken naar de optimalisatie van peak urbanisme. En elke grote stad in Nederland heeft wel zo'n gebied. Haafdstad Amsterdam, Werkspoorkwartier Utrecht, de Binkhorst, de Gaag. En wat je daar ziet in die gebieden is dat men eerst veilig is. We gaan mengen, dan gaat het over een creative industry. Maar eerlijk, we moeten zeggen dat het uiteindelijk in een monofunctioneel wonen, werken, shoppinggebied komt. En trouwens, dat is meer dan terecht. Hè. Ik ben ook voor dat we geen industrie en wonen mengen. Dus je ziet hier de optimalisatie van stedenbouw die heel hard past in de huidige wereld. Maar zoals ik al zei, dat is wel een gevaar omdat je misschien dus kwetsbaar wordt voor de volgende veranderende wereld. En het is illustratief dat die rechterkant van de foto nu die linkerkant van die foto begint in vraag te stellen. Ook al zijn ze alle twee een resultaat van globalisering. En ik vind dat dat een waarschuwing is voor de stad. Dus er wordt tot vandaag, maar zeker een tijdje geleden, vaak gepleit dat Schiphol en Rotterdam moet groeien. Hè. Dan heb je rapporten die zeggen van ja, dat moeten we toch niet doen. Andere mensen zeggen ja, Amsterdam die moet groeien naar 2 miljoen inwoners. Daar is geen ruimte voor. Waarom gaan we die Schiphol niet omzetten in woningen? Je ziet in feite dat het dezelfde redenering is. Het is focussen op kwantitatieve groei om een bepaald idee te realiseren. Dus als die haven vandaag door veel mensen gedoemd is, luchthaven of zeehaven, zal hetzelfde dan ook kunnen gebeuren met de stad? Is de stad op de manier dat wij nu ontwikkelen gedoemd? Helemaal niet. Hè? Ik ben hier zeker geen anti-stedeling. Maar ik wil wel stellen dat de huidige manier van stedenbouw, die is waarschijnlijk wel achtergehaald. Want de succesvolle stad van morgen, die focust zich niet op kwantitatieve agglomeratie of optimalisatie, maar gaat terug naar de basis, naar specialisatie. En dan kom je tot de vraag, wat is dan die ruimtelijke planning van die cirkeleconomie? Dat weten we niet, want er is ongelooflijk veel onzekerheid. We weten ook niet welke geografieën er zullen ontstaan. Breekt er een oorlog uit morgen niet? Of gaan er nieuwe machtsblokken ontstaan? En wat zijn de relaties daartussen? Wat we wel al best goed weten, is we weten wat er ongeveer speelt op globaal niveau. We weten ongeveer wat er speelt op lokaal niveau. Maar daartussen, waar globaal en lokaal samenkomt, daar weten we eigenlijk nog niet zoveel. En dat is geen locatie, en dat is ook geen puur netwerk. Het is beide. En dit kun je aantonen als de groene of circulaire stad, regio of natie. En wat is die circulaire stad, regio of natie? Dat is een stad of een land die niet meer denkt vanuit agglomeratiedenken, maar die ook niet alleen meer denkt uit leefmilieu, maar hopelijk blijft het wel een belangrijk punt, maar die vooral beseft wat zijn de kritische afhankelijkheden en onafhankelijkheden. En dan wordt de menging van wat je hier rechts ziet. Dus de ingenieur die zal zijn handen vuil maken, Tesla doet dat trouwens, en de boer die heeft een PhD in computerwetenschappen. En ruimtelijk zullen we dit ook moeten faciliteren, die specialisatie bedoel ik, in deze nieuwe wereld. Wat is dan de groene stad? Gaan we terug naar dit. Dit is een foto uit het begin van de industriële revolutie in Maastricht. Mengen van fabrieken en woningen? Nee, hopelijk niet, want dan kom je tot deze verschrikkelijke toestanden. Wordt het dit, wat er bijvoorbeeld in de Binkhorst vandaag wordt ontwikkeld, een betonfabriek daar rond gebouwen? Ik hoop van niet. Merk trouwens de analogie dat in de industriële revolutie het wonen ondergeschikt was. Nu is het omgekeerd, de fabrieken zijn ondergeschikt. Het punt is dat ze allebei nodig zijn. Dus het plannen van de groene stad van morgen, die gaat niet plotje per plotje, project per project of gebied per gebied inplannen, want dit is optimalisatie. Nee, de stedenbouw of de ruimtelijke planning van morgen, die gaat eerst goed begrijpen hoe specialisatie ontstaat. En dat is relationeel. Wat is welvaart? Voor wie is die welvaart? En welke ruimtelijke functies er daarbij nodig zijn. Dus het kan zomaar zijn dat bepaalde gebieden verlieslatend zijn, maar dat het in het gehele plaatje bijdraagt tot betere specialisatie. Dus de belangrijke stedelijke ruimtes van morgen zullen waarschijnlijk de industrie 4.0 gebieden zijn die midden in urbaan gebied liggen. En dat is wel een mooie vaststelling die ik wel vaak in het buitenland ook zeg, en zeker ook hier. Nederland heeft ongelooflijk veel van deze gebieden. Alvast tot ze allemaal omgezet worden. De Binkhorst is zo één, Havenstad is zo één, Werkspoorkwartier is zo één, en noem maar op. En dit discours is aan het groeien. Het discours van het houden van maakbedrijven in de stad is aan het groeien. En de argumenten zijn meestal jobs voor iedereen, circulariteit, mobiliteit. Maar met die argumenten ga ik eigenlijk niet volledig mee akkoord.
Want je moet wel stellen dat de Mainport, Schiphol en de haven van Rotterdam zijn ongelooflijke successen. Ze zijn heel succesvol geweest in het meeliften op globalisatie. Maar als die wereld verandert, dan moeten wij ook als stedenbouwers en ruimtelijke planners ons ruimtelijk kunnen aanpassen. Dus dan kom je tot het einde van mijn verhaal. Ik hoop dat ik nog net binnen de tijd ben. Je hebt een paar extra minuten gekregen. Dus ik wil mezelf ook een stukje corrigeren. Een correctie op het verhaal is dat ik ook nog niet weet wat, en niemand weet al wat de geografie van de circulaire economie is. Het kan evengoed zijn dat de circulaire economie zich ontwikkelt op Europees schaal en dat Nederland in dat Europa de clustering van de dienstensector zal zijn. Dus ruimtelijk zal het misschien evengoed zijn zoals vandaag. Maar je kunt je afvragen of we daarmee onze globale afhankelijkheden kunnen controleren. Dat is maar de vraag. En ook, wat moeten we vandaag beslissen? Wat moeten we op welke schaal organiseren? Moet die industrie inderdaad in die stad blijven? Of moet die in een bepaalde provincie of zelfs verder weg georganiseerd worden? Je mag daar technische en ecologische studies op loslaten. Je vindt het antwoord niet. Want het antwoord is een maatschappelijke vraag. En die maatschappelijke vraag is, wat is kritiek? Vraagteken. En die afweging, wat is kritiek, en dus wat hou je niet, hangt af van perspectief. Deze week een nieuw rapport van PBL die het heel mooi toont. Afhankelijk van de beleidsthema heb je andere materialen en productiefuncties die je wilt houden en welke niet. Dus daarin ligt vooral de vertaalslag tussen studie en uitvoering. Dus conclusie, de groene of circulaire ruimtelijke planning van morgen, die begint vandaag. En we moeten niet enkel redeneren vanuit mobiliteit, dat doen we wel vaak, maar verder gaan we niet als we over relaties denken. En dat is wel mijn dingetje dat ik vaak zeg, we moeten stoppen met landontwikkeling, maar we moeten vooral netwerkontwikkeling doen en daarin de rol van land en ruimtelijke functies bekijken. Dankjewel. Dankjewel, Karel. Dat in iets meer, nou zeg 25 minuten, heb je toch een zeer uitgebreid verhaal verteld. Ik, ja. Dus hartelijk dank. Ik zie je ook al in de chat compliment. Ja, toch dus, wel. Zeker. Een hoop vragen natuurlijk al die dan naar boven komen. Maar ik zou eerst even nog naar de presentatie van Helmoet willen gaan. Dus vanuit de onderzoekskant meer in jouw analyse naar ook de praktijk. Want Helmoet Thule is stedenbouwkundige en strategisch adviseur bij de ruimte bij de provincie Zuid-Holland. En daarbij focust hij zich op de ruimtelijke strategie en beleid op het snijvlak van verstedelijking en economische ontwikkeling. In Zuid-Holland wordt op verschillende manieren hard gewerkt aan meer samenhang tussen dat ruimtelijk en economisch beleid. En daarbij komen veel maatschappelijke opgaven samen, woningnood, betaalbare bedrijfsruimte, gezondheid, klimaat, circulaire economie, digitalisering, bereikbaarheid en logistiek spelen daarbij onder andere allemaal een rol. En Helmoet gaat ons in een iets kortere presentatie, zo'n 10 minuutjes, meenemen in de praktijk zoals hij die tegenkomt, de dilemma's en de beleidsontwikkeling van Zuid-Holland. En ook dus de uitdagingen en kansen die daarbij rondom de werklandschappen spelen. Helmoet, ik ga jou het woord gaan geven. Ja, dankjewel Sophie. Dank ook Karel, supermooi verhaal. Ik herken heel veel. Als stedenbouwer zou ik natuurlijk zeggen, we zijn al op een reis. Hè. We zijn al op weg naar die nieuwe stedenbouw, naar die nieuwe regionale planning. Ik ben dus ook stedenbouwer bij een overheid en dat ben ik ook heel graag. Voor de publieke zaak en ook nog bij de provincie, dus op regionale schaal. Ik heb een paar reflecties. Wat ik interessant vind, ook in mijn werk, omdat ik de laatste jaren veel op het snijvlak van ruimte, verstedelijking en economie heb mogen doen, is die analogie die je ook in de economie ziet, dat begrip ecosysteem en die gedachte van wat kan dat verbindend zijn, ook als je naar een stedelijk systeem kijkt, naar stedelijke regio's. En wat heb je dan? Waarin ligt daar een mogelijke verbinding? Titel heet Wat aandacht krijgt, groeit. Ik vind eigenlijk mijn stelling zou ook zijn dat die werklocaties, die industriegebieden inderdaad te weinig aandacht hebben gekregen de laatste decennia misschien. Dus dat hier ook inderdaad een sleutel ligt om toch met elkaar hier echt samen naar te kijken. Dat is niet alleen ook een ruimtelijk vraagstuk. Dat daagt ons ook uit als organisaties. Als overheden zijn we hier één van die spelers. Maar die titel van Anders werken aan de groene stad, die raakt mij wel. Want het is natuurlijk ook voor ons als organisatie waar we nog gewend zijn in sectoren te denken.
zijn we ook midden in een transitie van, oké, we hebben verschillende opgaven zoals circulair of de gezonde stad. En we hebben tegelijkertijd nog een afdeling ruimte, een afdeling economie, heel klassiek. En we werken aan dit soort thema's echt meer en meer ook in opgavegerichte teams samen. Dat is vallen en opstaan en met buiten. En dat is heel belangrijk, want het is ook anders organiseren. En anders organiseren, vermogen opbouwen en anders ook testen wat werkt en wat niet. En dat is belangrijk voor ons. Ik ga ook nog iets zeggen over context en positie van Zuid-Holland. Maar daar heeft Karel ook heel veel al over gezegd, dus daar kan ik snel over zijn. Grote opgaves in Zuid-Holland, schaarse ruimte, dat daagt ons wel uit. Samenwerking vind ik echt super belangrijk hierin. En altijd, ja goed, daar ben ik dan weer stedenbouw voor, dat investeren in ruimtelijke kwaliteit. Ik heb een bos laten zien op het eerste sheet, want ik vind zo'n ecosysteem interessant. Het is gelaagd. Het is ook dat tussen optimalisering en creative destruction. Het is een systeem wat je niet 100% stuurt, maar je kan wel met begrippen als tuinieren, bosbouw, je kan er wel zo naar kijken. En je moet het ook in stand houden, je moet daar zorg en aandacht voor hebben. En het is ook iets voor duurzaamheid en op de lange termijn denken. En daar is tegelijkertijd ook een gezegde, A City is Not a Tree, is een boek van Christopher Alexander. Dat klopt wel, maar het is wellicht ook iets, dat plaatje, daar hou ik heel erg van. Want veel van die economie, maar ook wat mensen doen in steden, heeft te maken met geworteld zijn, verbonden zijn, samenhangend, divers, gelaagd, verkrachtigd. Dat zijn veel belangrijke begrippen als je in mijn beleving naar een stedelijk systeem kijkt. En probeert daar ook over na te denken, hoe doen we dat met die ondernemers, met die burgers, met al die maatschappelijke organisaties, ook op die pad die Karel ook heeft beschreven. Over Zuid-Holland is het natuurlijk ook een meerschalig verhaal. We zijn natuurlijk ingebed, ook door onze functie als logistieke draaischijf in die delta, maar als stedelijke regio ingebed in stedelijke netwerken en flows, stromen. En daar hebben wij ook ruimtelijke concepten voor, maar dat is ook echt nog werk aan de winkel. En die zitten echt tussen die verhalen die Karel ook beschrijft. Hè? Natuurlijk zijn we mainport, greenport, agglomeratiekracht, dat zijn termen die zijn ons natuurlijk niet vreemd en hebben ons heel ver gebracht. Maar we zijn ook echt een stap verder intussen om anders daarna te kijken. Het volgende sheet, het is ook tussen hypes en doemscenario's soms bij ons. Hè. We hebben natuurlijk vaak succesvolle verhalen gehad over Zuid-Holland en ook Rotterdam. Juist die stedelijke kant die elkaar beschrijft. Aan de andere kant hebben we voortdurend eigenlijk zo'n beetje altijd dat doemscenario in Zuid-Holland. En eigenlijk gaat het toch niet zo heel goed. Hè. We zijn wel die motor, maar die motor die doet het op een of andere manier niet altijd goed, we zijn weer groot, maar we hebben echt wat te doen ook in die cycli van die economische ontwikkeling die Karel ook beschrijft en die rapporten die hij noemt, die kennen we natuurlijk ook. Even nog over die structuur, want we hebben in Zuid-Holland, als je puur economisch ruimtelijk kijkt, zijn er twee belangrijke systemen, een stedelijk netwerk, een Noord-Zuid-lijn van zeg maar in die verbinding ook naar Schiphol, Amsterdam, kom je dan via Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht. Daar zit veel kennis gedreven in economie. Daar zit ook al die beweging in die Karel omschrijft. Maar we hebben natuurlijk ook in Oost-West richting, vooral ook langs het water en langs die zware infrastructuur, natuurlijk die rol die past bij dat plaatje van dat netwerk in die delta, waar een logistiek-industrieel systeem van je welste is, groeit en bestaat. En natuurlijk ook die ruimte opeist en waar ook veel nationaal en internationaal op geleund wordt. We zijn bezig met economische strategieën. Wij willen die twee werelden verbinden. We willen een divers systeem blijven. Maar we willen wel ook beter specialiseren, betere keuzes maken. En dat is in zo'n ruimtelijke structuur van Zuid-Holland is dat niet mals. Want je hebt nu twee systemen die om ruimte vragen. Die ook succesvol zijn. Soms misschien dreigen om ten onder te gaan aan hun eigen succes. En die fietsen ook nog dwars door elkaar. Dus we hebben heel veel van die situaties, Karel noemde die Binkhorst, die zit boven in Den Haag natuurlijk. We hebben de Merwe-Vierhaven dicht bij het stedelijk systeem. We hebben campussen en op het plaatje zien jullie bijvoorbeeld die cirkels.
die grotere is de Merwe-Vierhaven. En wat het plaatje interessant maakt, we hebben hier in 3D eigenlijk laten zien waar zijn die grootste dichtheden en ook functiemenging, waar is die het hoogst. Dus waar hoge rode gebieden zijn, daar werken en wonen veel mensen en zijn ook veel voorzieningen. Maar pal daarnaast, bijvoorbeeld in de Merwe-Vierhaven, is gewoon industrie en is haven en is logistiek. Hoe ga je daarmee om? En juist die gebieden die zeg maar zo dicht op elkaar liggen, die dagen ons wel uit. En daar zijn ook voortdurend veel experimenten en lef en gewoon ook moed voor nodig om daar gewoon die stappen te maken naar een nieuwe eigenlijk idee van regionaal ontwerp, regionaal ook samenwerken en stedenbouw. Dit is een plaatje dat gaat over werklocaties. We zien hier bijvoorbeeld die snelwegafslagen en die HOW-haltes, zeg maar die NS-haltes, in relatie tot die bedrijventerreinen. Maar datzelfde zie je hier ook met die hittekaart en autobereikbaarheidskaart. Hoe meer rood die gebieden zijn, desto beter zijn ze voor auto's bereikbaar. Hoe meer inwoners kunnen bereikt worden. En dat is natuurlijk ook, dat zie je dan langs de snelwegen, ook natuurlijk de reden waarom heel veel logistiek ook langs de A12 bijvoorbeeld zit tussen Gouda en Den Haag. En waarom dat gebied voor verschillende redenen ook attractief is om te investeren. We hebben clusters in Zuid-Holland die grootschalig zijn, green tuinbouw, logistiek. Maar ook agrofood, die benutten die zware logistiek natuurlijk. En die fietsen weer dwars door dat stedelijk systeem, waar we eigenlijk verhalen hebben over agglomeratiekracht inderdaad, kennisgedreven economie, maar ook high-tech. En die verbinding zoeken ook tussen die twee werelden. En dat dus ook met inderdaad vallen en opstaan. En we hebben een provincie waar zich opgaven stapelen. Tenminste is dat heel erg ons gevoel. Verstedelijking, 200.000 woningen, bodemdaling, nieuwe infrastructuur, klimaatopgave, alles vraagt om ruimte en natuurlijk ook de economie. Maar hoe past dat dan? En dat brengt ons tot dilemma's. We moeten kiezen, we moeten echt veel beter selectief zijn welke ruimte wij aan welke activiteiten en welke bedrijven en aan welke functies geven. En dat is ook heel erg gebiedsgericht. Dat kan niet voor heel Zuid-Holland one size fits it all. Maar dat is echt ook in gebieden kijken. Bijvoorbeeld concentreren we ons op die stedelijke as, waar alles gebeurt wat Karel noemde. Agglomeratiekracht, peak of the city, waar je met toplocaties te maken hebt. Concentreren we op de banen van nu of kijken we veel meer ook naar de banen van de toekomst en de nieuwe economie, maar hoe gaan we daar naartoe? En we hebben natuurlijk die enorme kwantitatieve druk op verstedelijking en dat is vooral ook woningbouwdiscussies. Dat proberen we natuurlijk te koppelen met HOW-infrastructuur langs stationsgebieden, is ook genoemd. Daar zijn we trots op, maar het is eigenlijk niet genoeg, hè, als je kijkt naar de nieuwe stedenbouw die Karen noemt. We hebben verschillende perspectieven hoe we daarnaar kijken en dat is ook een vraag hoe we met landschap omgaan en hoe eigenlijk een landschappelijk netwerk in Zuid-Holland eigenlijk mee kan groeien met die stedelijke ontwikkeling en daarin ook, en dat is een kaart waarin we eigenlijk een keer geplot hebben waar al onze woningbouwlocaties liggen en waar hindercirkels bijvoorbeeld van bedrijven daardoor heen liggen. En dat betreft eigenlijk al 30.000 woningen, waar we eigenlijk ook zien, dat is echt die clash op kaart tussen woningbouw en verstedelijking. Hier moeten we wat aan doen en dat doen we ook. We hebben een soort ruimtelijke visie, dat is een netwerk, een landschap, werken, verstedelijking, wonen, logistieke knooppunten, dat zou allemaal op zijn plaats moeten vallen in zo'n visie, maar hashtag hoe dan, hoe doen we dat? En daar zijn we toch heel erg op weg, hè? Dat glas is half vol, maar ja, we moeten hier experimenteren en ook open zijn voor nieuwe constellaties, nieuwe werkwijzen. En even dit nog een hele korte blik terug, want het is ook door Karel genoemd, maar we komen natuurlijk uit een tijd waar alles lekker naast elkaar gepland is. Dus vrij functiegescheiden en vrij ook kwantitatief. Er is vraag, wij moeten faciliteren. Zo is het natuurlijk ook gebeurd dat we juist in die periode waar we niet over die nieuwe economie die we vandaag als uitdaging zien hebben gesproken, maar over inderdaad vooral uitbreiding, grootschalige logistiek, zowel in het stedelijke domein als ook in de economie.
hebben we natuurlijk heel veel van die werklocaties gemaakt. En die waren ook super belangrijk. Dat was een goed verhaal voor, dat wilden wij ook zo. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat we enorm veel ruimte hebben gegeven. En in die tijd waar het eigenlijk meer ging, zo'n beetje wel over logistiek, wel over pieken in de delta, wel over mainports en greenports, is tegelijkertijd in de economie zelfs het thema werklocaties in mijn beleving een beetje een stiefkindje geworden. Want veel van mijn economiecollega's zitten op innovatie, zitten op clusterbeleid, ook bij het Rijk. En dat ruimtelijke aspect van die economie, daar zit een klein team op en dat werkt heel hard bij ons. Maar al die vragen die nu op die werklocaties afkomen en ook al die druk die erop zit, dat is iets wat we gezamenlijk moeten vormgeven. En die vraag is nu hoe je die werklocaties, zeg maar eigenlijk met iets meer aandacht, heel veel meer aandacht, eigenlijk tot die nieuwe infrastructuur kan omvormen die een hernieuwde energie voor, zeg maar, de ontwikkeling van Zuid-Holland en grotere gebieden ook geeft. Dit is nog een keer de clash. En het hier en nu zijn we bijvoorbeeld bezig met woon-werkakkoorden. Dus echt hier en nu is eigenlijk ook nog beter oefenen met het systeem. Dus we hebben die verstedelijkingsdruk woningbouw en tegelijkertijd die druk op die werklocaties. We willen niet dat werklocaties uit die stad verdwijnen. Maar we moeten daarvoor iets doen. We moeten dus echt zorgen dat we die schaarse ruimte slim verdelen. En we hebben een aantal bestuurlijke akkoorden afgesloten in regio's. Dat is eigenlijk een heel interessant proces geweest. Maar eigenlijk is de kern ook dat we hier mogelijk maken dat zowel woningbouw kan plaatsvinden en dat we die compensatie die we dan bijvoorbeeld ook eisen, dat die ergens anders plaats kan vinden. Dat we slimmere combinaties zoeken en dat we eigenlijk in het systeem wel nog proberen te vernieuwen. En daar ook de randen van ons eigen beleid op zoeken. Dat was heel belangrijk, maar is ook nog niet de vernieuwing die we eigenlijk zoeken. En daar hebben we ruimtelijke strategieën voor. We kunnen langs lijnen gaan. We gaan praten over opschalen, crossovers, experimenteren en kiezen. En daar laat ik nog plaatjes van zien, zodat het een beetje duidelijker wordt hoe dat dan in de ruimte uit kan zien. We zijn heel erg bezig met ontwerpend onderzoek. Daar houden we van ook in Zuid-Holland. Daar ligt ook ons hart en ziel. Dan is veel ook testen en nog oefenen. Het is ook missing links zoeken, hè, tussen die grote opgaves en dat opschalen van heel veel initiatieven die al gaande zijn door ondernemers, door burgers in Zuid-Holland. Maar we willen de juiste pikken, de juiste plantjes door laten groeien en faciliteren en verbinden aan andere ook allianties. En dat is, soms kunnen we dat in ruimtelijke structuren inbedden, maar soms zijn het ook projecten die we echt gewoon als principe kunnen opschalen. Dit is eentje, daar hou ik heel erg van, is Groene Cirkels. Heineken is eigenlijk een traject tussen het groot bedrijf Heineken en de provincie en heel veel andere belanghebbenden in die regio. Eigenlijk is gekeken van een simpel belang eigenlijk van een bedrijf dat had meer windenergie nodig. Maar de provincie moest dan eigenlijk ook zorgen, kwam in gesprek over die windmolens in principe. Maar daaruit is een heel mooi project en werkwijze voor uitgegroeid. Dat je eigenlijk probeert tekens dat gesprek breder te maken, die belangen breder te maken en met elkaar te verbinden. Een heel mooi verhaal en dat passen we nu heel erg toe op ook andere gebieden. Dus breng mensen in contact en combineer belangen. Ja. Mag ik jouw laatste minuutje geven, Helmoet? Of? Ja, absoluut, absoluut. Ik laat gewoon nog heel veel ruimtelijke tests zien nu in dat speelveld tussen verstedelijking en dat logistiek-industrieel systeem. Bijvoorbeeld de Merwe Vierhaven in Rotterdam op dat snijvlak van die twee corridors. Dat is een interessant gebied waar je eigenlijk ziet van oké, hier hebben de haven en de stad Rotterdam vooral zwaar geïnvesteerd om echt experimenten mogelijk te maken. Het is niet klassiek stedenbouw, het is niet klassiek de haven, het is een zone waar beide bij elkaar komen. Super interessant. En als je dan nog kijkt hoe wij het landschappelijke lijnen kunnen doen, zeg maar een concept als getijdenpark in de haven waar je ook ruimtelijke kwaliteit toevoegt met de natuur ontwerpt. Publieke ruimtes maakt die anders werken dan in het verleden. Dat is voor ons super interessant. Of de skizone, waar je eigenlijk probeert een ruimtelijk regionale structuur als zo'n waterstructuur te gebruiken om daaraan ook een nieuwe kwaliteit en een nieuwe publieke ruimte te maken waarin werklocaties ingebed zijn. En daar zijn verschillende tools voor en dat kan je ook in de tijd doen. Dat is ook heel belangrijk, die tijdelijkheid. Dat we eigenlijk aan een systeem bouwen
waarin wel een paar structurerende elementen zijn, maar ook waar ruimte is om met tijd en ruimtelijke strategieën anders om te gaan. En dan stop ik hier en kan ik misschien later nog wat plaatjes laten zien over circulaire economie, maar het is eigenlijk dezelfde strategie en dezelfde aanpak. Ja, dankjewel Helmut. Ik begrijp dat er nog heel veel meer ook over te vertellen is. Het is, het is in ieder geval duidelijk dat het een enorm veelomvattend thema is en dat het zeker niet alleen maar om het werken gaat, maar dat er heel veel meer bij komt kijken. Hartelijk dank voor jouw presentatie en de blik echt ook vanuit de praktijk, enorm waardevol. Laten we gewoon direct de stellingen induiken, want volgens mij gaan daar ook nog wel wat vragen in aan bod komen. En dan kunnen jullie ook nog daarbinnen een beetje op elkaars presentatie reageren. Ik ga gewoon de eerste stelling meteen voorleggen. De eerste stelling luidt, en die wordt ook voor u online neergelegd waar u op kunt reageren. Ruimte maken voor de circulaire economie is de belangrijkste verandering die werklandschappen bij het verduurzamen moeten doormaken. We denken bij een groen werklandschap wellicht aan bomen en gras en andere natuurelementen. Maar zijn deze wel noodzakelijk voor die groene bedrijventerreinen? Of moeten we ons eerder richten op systeemveranderingen waarvan de belangrijkste omslag die naar een circulaire economie is? Althans, zo luidt de stelling. Ik ben benieuwd of dat er mensen online al hebben gestemd. Maar terwijl ik die antwoorden even afwacht. Ik wil eigenlijk wel beginnen bij Karel. Dat was natuurlijk, je hebt al een beetje een proefje gegeven, maar... Ja en nee. Hoe ik de stelling zou omschrijven is, we moeten de ruimte houden. Want die is er eigenlijk al. Heel veel van die ruimte voor de circulaire economie hebben we vandaag al. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zo'n Merwe Vierhavens die nu door Helmut best geïntroduceerd als zo'n Binkhorst of zo'n havenstad Amsterdam. Dat is de ruimte die zal nodig zijn in de circulaire economie, dus die hebben we al. En dat is voor diensten die daar een plek krijgen, voor industrieën die daar een plek krijgen? Voor de industrie. Alleen, we zien die ruimtes vandaag als negatief, omdat men daar wil wonen, maar ook omdat de functies die daar zitten, en dat klopt soms wel, niet helemaal echt nodig zijn voor wat we nu zouden moeten gebruiken. Fossiel of niet, hè. Soms van die functies kun je inderdaad soms afvragen, zitten die nu ideaal op die locatie waar ze zitten, zo dicht bij de stad. Maar de verkeerde redenering die dan wordt gemaakt is, oké, die functies hebben we niet nodig, dus die ruimte kan ook omgezet worden. Nee, er kunnen andere functies die ruimte, industriële functies, die wel proper zijn, die geen rook, niet te veel lawaai, maar toch wel nog genoeg om niet naast te wonen, daar zitten. Ja. Maar als je die ruimtes nu al opgeeft, dan ga je inderdaad ruimtes maken voor de economie. Maar waar moeten die dan weer komen? Ja, precies. En voordat ik naar Helmut ga, zou je een specifiek voorbeeld kunnen geven van zo'n industrie die daar dus dan wel kan komen, midden in de stad dus eigenlijk? Ja, dat kan alles en nog wat zijn. Dat kan een hypermodern fietsenfabriek zijn, want dat is iets die heel hard opkomt, waarbij je zoveel mogelijk de fietsen hier houdt. De Binkhorst was dat eigenlijk, heel veel garages. Ja, die zien er misschien lelijk uit, maar dat zorgt er wel voor dat die auto zo lang mogelijk in de Haagse regio blijft, in plaats van op een boot naar Afrika. En dat wij weer een nieuwe kopen. Ja, precies. Ja. Die functies hebben we vandaag al. Natuurlijk, in de toekomst zal dat heel veel variëren. Kledijherwerking, meubelherwerking, noem maar op. Afvalverwerking natuurlijk. Ja. Die zit ook vaak in die plaatsen. En die worden nu vooral gezien van, ja, we hebben dat niet nodig, dat is vuil. Je kunt er ook niet naast wonen, dat klopt ook. Ik zou er ook niet graag naast wonen. Dus, we moeten er vanaf. Ja. Ja, dat denk ik is een hypotheek leggen op de toekomst van de economie van morgen. We moeten daar toch een manier voor vinden om daar plek voor te maken. Je zou het kunnen zien als een soort van soort spaarpotje. Ja. Misschien vandaag nog niet optimaal, maar binnen 10 jaar zou het vooral nodig hebben. Dus verbruik het nu niet. We hebben even een andere termijn van denken nodig dan de 4 jaar die soms wellicht gehanteerd wordt. Ja, ja. Helmut, wat is jouw eerste reactie op de stelling? Ik ben het hier eigenlijk wel mee eens. Ik vind wel, ik zou uitdaging zeggen in plaats van verandering. Mm-hmm. Het is voor ons echt een lastig thema, vind ik, want we weten simpelweg niet welke ruimteclaim daaruit komt. We horen heel veel en hebben heel veel onderzoek ook daarna.
En daar komt altijd uit, dat is behoorlijk, eigenlijk bijzonder ook tijdelijk. Dus er komt een periode waar je waarschijnlijk met die oude schoenen nog door moet en tegelijkertijd aan het verbouwen bent. Dat kan een extra claim opleggen, misschien tijdelijk. En we hebben ook niet die financieel-juridische instrumenten vaker om dat soort gebieden te beschermen. Ik ben het hartstikke eens dat hier eigenlijk in principe in dat stedelijk gebied vaak al die infrastructuur ligt of die ruimte ligt die je zou moeten gebruiken. Maar met onze instrumenten die ruimte echt daadwerkelijk te beschermen tegen hele krachtige ook grondexploitatie vanuit de woningbouw is bijzonder moeilijk. Maar dan moet je ook als wethouder sterk in je schoenen staan bijvoorbeeld om te zeggen nee, we wachten nog. Dan zou je eigenlijk best rentmeesterschap en eigenlijk terug naar dat bosbouwschema. Je moet eigenlijk echt geduld hebben. Maar in een tijd waar ook de overheid eigenlijk vaak, tenminste in Zuid-Holland, ook echt niet goed geëquipeerd is, zowel met geld, maar ook met mankracht, is dat echt een lastige opgave. Ook omdat we niet goed kunnen doorrekenen, wat is dat nou en wat levert het op? Terwijl dat bij andere claims veel makkelijker kan. En dat vind ik die uitdaging. Want dat is vaker aan een gesprek aan deze tafel naar voren gekomen, dat het eigenlijk nog niet voldoende wordt meegerekend. Dus je zou kunnen zeggen dat een ander soort discount rate misschien bijna moeten hebben. Zou daar een oplossing in zitten? Ik zie Karel namelijk de hele tijd knikken ook tijdens het verhaal van Helmut. Dat zeg ik niet alleen, maar de manier waarop we de wereld en ook de maatschappij lezen en ook naar handelen is niet zomaar gegeven. Hè. Bijvoorbeeld agglomeratiedenken, het focus op groei, bruto nationaal product. Ja, dat is ook maar een idee. Hè. Ja. Maar dat zie je wel dat dat voornamelijk bepaalt in welke manier we de ruimte inzetten. Dus als we nu op een andere manier zouden denken over wat wij als maatschappij zouden kunnen of willen doen, dan zou je ook een andere ruimtelijke vertaling daarvan krijgen. Maar we focussen zo hard op statistiek en statistiek groei van een plot, van een wijk, van een stad, dat het ergens ook wel logisch is dat je dan die ruimtelijke vertaling daarvan krijgt, optimalisatie per vierkante meter. Mm-hmm. Ja, en als we dan, je zei het in het begin van je presentatie, Karel, dat springen door die schaalniveaus. En je stipt het ook even kort aan tijdens je presentatie al. En iets tijdens het voorgesprek hebben we het erover gehad. Iets wat ik even wil aanhalen. De paradox dat het groen van circulair, dit is heel specifiek, niet gelijk staat aan een lagere CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld in een hoogwaardige stedelijke omgeving. Met andere woorden, in die havengebieden, om even de CO2-cirkel te pakken. Je kan niet zeggen dat moet daar naar nul. Je moet soms op een grotere schaal denken om die circulariteit een plek te geven. Ja. Meestal in dit gebruik ik een quote van de CEO van de haven van Antwerpen. Mm-hmm. En die zei een paar jaar geleden intussen al, die zei van het zou eigenlijk goed zijn als de CO2 in de haven van Antwerpen stijgt. Ja, natuurlijk krijg je dan heel veel van protest. Ja. Wat zeg jij nu, gek? Maar hij heeft wel een belangrijk punt. Want zijn stelling was van, als we die industrie hier hebben, is de druk veel, veel groter om te innoveren dan ergens anders. Plus, de CO2 is ook vaak onze schuld. Het zijn de westerse wereld die producten willen of nodig hebben. Ja. Dus het zou ook wel fair zijn als we dan die productie hier hebben en het zomaar niet sluiten of wegdoen, maar daar vooral zoeken naar hoe kunnen we het beter doen. Dus op korte termijn inderdaad CO2-stijging die globaal al minder zal zijn. Mm-hmm. En dan op lange termijn ga je misschien naar heel nieuwe systemen. Is dat ook iets, Helmut, voor de provincie om er op die manier over na te denken? Want ik kan me wel voorstellen dat dat toch ook een flinke complexiteit met zich meedraagt en dat het ook weer in provincie overstijgt. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Ja, dat is. Ik herken ook dat wat Karel zegt over de CEO van de Antwerpse haven. Kijk, we hebben hier ook natuurlijk in de haven, het havenbedrijf in Rotterdam is heel erg bezig met de verbouwing van die haven naar een waterstofgerelateerd systeem. En tegelijkertijd zijn dat ook dingen, dat hele gesprek over hoe die maatschappij daarnaar kijkt, hoe we dingen waarderen, dat is iets wat meerdere partners moeten doen. En daar hebben wij als provincie zeg maar in een rol in. Maar dat uiteindelijk bijvoorbeeld de ruimtelijke keuzes of gesprekken over nestgeluid of over die hinder of over die negatieve effecten van zo'n haven of over die ruimte voor de logistiek.
die raken ons dan weer weg. Maar daarvoor moet je met elkaar weer opnieuw onderhandelen eigenlijk. Tussen die optimalisatie en die creative destruction in. En ook echt met oog voor alle belangen. Waar je dan uitkomt. En het is natuurlijk veel te makkelijk om te roepen. Al die fossiele activiteiten moeten daaruit. En heel snel ook. Je hebt, volgens mij is circulaire economie ook, en kan ook vies zijn. Kan ook op grotere schaal bekeken worden wat je op welke manier slim moet doen. En tegelijkertijd merk je wel... Wanneer is het vies? Wanneer kan het vies zijn? Nou ja, bijvoorbeeld die fietsfabriek die Karel noemt, die kan ook best. Kijk, het blijft gewoon werk. Het blijft ook gewoon productie. En dat kan ook super mooi zijn. Dus ik hoop dat ik in Rotterdam niet in 20 jaar leef en alleen maar nog kantoorbanen daar zijn. Of een andere stad. Maar eigenlijk hoort dat daarbij. Maar niet op die manier die we nu doen. En het moet opnieuw onderhandeld worden. En dat moet een beetje uit de dagelijkse, ook uit het geweld, ook van hoe nu grond speculatie werkt, hoe je quick wins probeert mee te nemen. En dat moet verbonden worden met eigenlijk een lange termijn strategie en ook de ruimte elkaar geven dat je daar stappen in moet maken, langzaam, met vallen en opstaan. Ik zie Karel nog knikken. Ja, compleet recht. Ja. Ik ben ook wel benieuwd ook, zijn er dan genoeg, want als je het zegt, oké, op sommige plekken moeten we misschien wat inleveren en moeten we zeggen, oké, hier kunnen die torenhoge ambities nog niet waargemaakt worden, dan willen we het op een andere plek compenseren. Dan wel zo snel mogelijk, dan wel op langere termijn, maar daar willen we naartoe. Dan heb je ook echt mensen nodig die een stuk sneller lopen. Zijn die er dan genoeg en hoe krijg je die mee? Ja, mag ik daar? Ja, dat mag zeker. Dat is een heel goed punt dat je hebt. Je moet ze benijden, de mensen die voorop willen lopen, want dat is echt, echt lastig. En ik reken me daar zelf helemaal niet bij. Ik zou het niet kunnen. Specifiek voorbeeldje misschien. Mm-hmm. In mijn doctoraat, waarin ik de havenstad van Amsterdam en Gent bestudeerd heb vanuit relaties, heb ik in het onderzoek naar de biobased economy in Gent, circulair viel dan soms, het woordje, maar toen was het nog niet zo populair. Vandaag zou je zeggen, de circulaire economie in Gent is best succesvol. De reden waarom dat die zo succesvol was, is omdat er één professor met Europees geld en dergelijke subsidies erin geslaagd was een R&D-functie op te bouwen, mm-hmm. waarbij kennis vanuit de Universiteit van Gent zijn weg vond naar de praktische vormgeving van zeer simpel, maar simpel, natuurlijk niet simpel, het omzetten van granen naar biodiesel, die toen heel hard meer gewild was om bij te mengen in brandstof. Mm-hmm. Nou, die locatie, en dan kom je tot ruimte, en dat was dan wat ik vooral zo fascinerend vond, die locatie van die R&D-functie, die mocht nergens in Gent gebouwd worden. Want in de stad was er te veel rook voor in de stad gebouwd te worden, te veel lawaai, te veel mobiliteit. In de haven was die ook niet welkom, want er werd niet genoeg cargo gerealiseerd. Dus er werd niet genoeg geld mee verdiend. Dus die kon nergens heen. Uiteindelijk was er een brandweerkazerne die leeg stond, dat ze in konden, en daar zitten ze nog steeds. Maar door die functie, die inderdaad op die specifieke vierkante meter verlieslatend is, is die hele sector in Gent, met alle spin-offs en alle jobs en alle instroom van internationaal geld, gigantisch gegroeid. Maar dat is heel moeilijk om dat in ruimtelijke planning of in stedenbouw mee te nemen. Omdat die kaders die we hebben, zijn best rigide. Hè. Het is gebaseerd op Excel-tabellen. Maar in Excel kan je natuurlijk heel moeilijke relaties vatten. En ik heb er ook geen antwoord op. Het is en gewoon de vraag dat ik stel. En de juiste parameters moeten in die Excel meegenomen worden. Ja, maar ga dan maar eens zoals een Helmut, ga dan maar eens aan de wethouder, ga zeggen van, ja, mijn relaties zeggen dit, maar ik kan het eigenlijk met Excel niet bewijzen. Het is precies. Heel moeilijk, hè? Ja. Ja. Misschien nog een korte reactie dan van Helmut, voordat we naar de volgende stelling gaan. Ik ben het helemaal eens. Ik merk ook, kijk, we hebben bijvoorbeeld alleen de circulaire economie. Hoe meet je dat? Wat voor bedrijven hangen daarbij? We hebben daar bijvoorbeeld Lisa is een dataset met nummers. Maar eigenlijk, als je dan doorkijkt, kan je dat daarmee helemaal niet bevatten. Dat zit vol met crossovers. En het zit vol met kleinere bedrijven, grote bedrijven zitten daarin. Kunst zou moeten zijn om die dingen ruimtelijk te faciliteren.
die echt bijdragen aan een bigger picture en aan een beweging. En die dat eigenlijk minder doen, tenminste niet meer zo offensief te faciliteren. En daar moet je samenwerken ook met veel andere mensen en de juiste activiteiten eruit proberen te pikken. En daar hoort ook lef bij. Dingen die je eigenlijk niet heel goed kan omschrijven, die niet in ons systeem passen, zowel ruimtelijk als ook in de economie. Ook niet in onze subsidiestromen, ook niet in onze acquisitieverhalen. Maar we hebben natuurlijk wel mensen buiten die proberen bedrijven naar Zuid-Holland te halen, zoals elke regio. Maar wat krijgen die voor targets mee? Op dit moment is het heel veel, bijvoorbeeld ook investeringen en banen. Je zou ook kunnen kijken van oké, we hebben echt nog veel meer, we doen dat ook al, nog veel meer gericht trekken we bedrijven aan en activiteiten en mensen die ons hierbij echt verder brengen. Ja. En dat zijn hele ingewikkelde discussies. Ik heb nog een korte vraag. Een praktische opmerking. Zou je jouw microfoontje iets willen verplaatsen? Want hij schuurt af en toe langs je baard, waardoor we zo'n geraas krijgen. Dat zijn de praktische dingen. Maar net ging het goed. Dus perfect. Dank je wel. Nog één vraag die ik jou dan even voorleg, nog Helmoet. Want ik denk dat ik het antwoord van Karel sowieso al wel kan voorspellen daarin. Vragen vanuit Theo. In de chat, speelt het onderwijs ook niet een belangrijke factor in die gewenste verandering? Ja. Ik zag nee. Dat hebben we hier. Dat zou ik niet te hard roepen hier aan de tafel. Nee. Tuurlijk. Nee, ja, zeg jij, Helmoet. Doen jullie dat dan? Ja, natuurlijk. Ja, wij werken ook samen met de TU Delft. We hebben bijvoorbeeld nu de derde reeks al over circulaire economie in de regio. Dat doen we met heel veel plezier. Wij proberen natuurlijk ook echt de volgende generatie mee te nemen, ook met de Vereniging Delta Metropool, ook op het Europese schaal. Dus dat is super belangrijk en niet alleen in het hoger onderwijs, maar dat is vaak ook meer ook aan die bedrijven natuurlijk. Het is ook echt al de volgende generatie meenemen, inderdaad, en ook het ontwerpen oefenen, economische instrumenten uitzoeken. Ja, absoluut. Ja. Nou, dank jullie wel. Laten we snel doorgaan naar de tweede stelling, want we kunnen hier nog langer over blijven praten, maar we willen nog twee andere thema's ook. Ik zag overigens wel ook dat, de meesten waren het bij de vorige stelling natuurlijk eens, maar er waren ook, na de nuanceringen kwam er toch ook nog een neetje dat het misschien niet de allerbelangrijkste is. Dus het is natuurlijk ook genuanceerder dan dit. Maar de tweede stelling. Voor groene werklandschappen moeten we bedrijven die niet bijdragen aan een duurzame toekomst durven uitsluiten. Dus hier gaat het echt over het koppelen ook van die economische agenda aan de duurzaamheidsagenda. Om werklandschappen te verduurzamen moeten we inzetten op het kunnen identificeren van duurzame bedrijven. En bedrijven die daar niet aan bijdragen ook durven uit te sluiten. Ook als dat nu wellicht ons geld kost. Hij staat in de chat, dus ik zie de antwoorden hier binnenkomen. Maar Helmoet, vanuit jouw positie bij de provincie, is dat iets wat mogelijk is? Ik vind het moeilijk. Ik zou zelf zeggen, ja, dat moet je doen. Moet je ook echt duidelijk tenminste laten weten wat je wilt faciliteren en wat niet. Maar je kan de economie natuurlijk niet 100% zo sturen. Dat is ook de vraag of je dat moet willen. Maar je kan natuurlijk wel degelijk een keuze maken van wat vinden wij zelfs nou wenselijk en wat past bij ons ecosysteem. En waar verwachten we van dat samen met die andere partij die hierin zit, ook in die relativiteit die Karel ook benoemde, dat we echt hopen dat dat echt tot iets komt, een bloei. En daar kan je natuurlijk proberen om een agenda voor te maken en heel duidelijk te zeggen, nou, deze bedrijven wel en deze niet. Maar op dit moment is dat eigenlijk super lastig. We hebben veel te grof geschud en als een bestemmingsplan gereed is, hebben wij op dit moment bijvoorbeeld, als een grootschalig logistiek bedrijf komt, hebben we het nog verdomd lastig om eigenlijk dan te zeggen van, dat mag niet. Ja. Terwijl we eigenlijk al een beetje zouden zeggen, ja, draagt dat hier nou zoveel bij? Moet dat nou in die krappe ruimte zitten in Zuid-Holland? Of kan het niet elders? Wetende dat je dan natuurlijk alleen maar doorschuift en dan ben je weer met NIMBY-discussies bezig. Maar we zijn wel op een punt waar we hier heel hard over nadenken, maar dat kunnen we ook niet vanuit de Ivoren Toren ergens in een provincieland doen. Dat moet je met elkaar, moet je dan eigenlijk dat maatschappelijk gesprek hebben en zeggen, kijk, willen we een andere kant op?
betekent dat ook dat we anders acquireren, andere bedrijven faciliteren en vaker nee zeggen hoort daarop uiteindelijk, mijn persoonlijke overtuiging, ook wel bij. Ja. Ik zou dat nog even iets scherper willen stellen ten opzichte van ook voor de taboe van de discussie. Als we kijken bijvoorbeeld naar de enorme gigantische datacenters die er op dit moment op 3 plekken in Nederland zijn, of eigenlijk Groningen, Amsterdam, daar staan ze in ieder geval, die ook nagenoeg footloose zijn, eigenlijk dragen we verder niet zoveel bij. Moeten we dat nog willen? Ja. En ik begrijp dat het enorm complex is. Hoe dan? Maar moeten we dat nog willen? Wat Helmoet zegt, heel moeilijk verhaal. Hè. Intuïtief zeg je natuurlijk, we moeten het bedrijven kunnen uitzetten. Maar in de realiteit, we leven niet in een planeconomie. Hè. Dat mogen we wel niet vergeten natuurlijk. Misschien ook goed, hè, maar dat is een andere discussie. We hebben ervoor gekozen in deze maatschappij om staat en economie, hè, publiek en privaat, toch best los van elkaar te laten. En dat heeft ons zeker geen wind neergelegd. Maar het is wel op een punt gekomen, en dat is dan vooral ruimtelijk, hè, dat we echt belangrijke keuzes hebben. En die keuzes schuiven nog steeds voor ons voor. Dus bij deze stelling zou ik eigenlijk ook wel toevoegen dat je voor groene werkslandschappen ook wonen moet kunnen weigeren. Want dat gebeurt vandaag ook, hè. Je zegt misschien, we gaan in die bedrijven selecteren, maar in mijn verhaal, ik hoop dat dat toch zo overgekomen is, zal in de toekomst het werken de stad nodig hebben en niet de stad het werken. En met stad bedoel ik dan wonen. Dus het zal misschien omgekeerd zijn. Dus om die groene werklandschappen van morgen te kunnen realiseren, ga je niet alleen binnen die bedrijvigheid de juiste bedrijven moeten kunnen halen om dat, wat Helmoet terecht zegt, die cluster of dat ecosysteem te kunnen optimaliseren. Maar aan de andere kant zou je ook de relatie tussen die bedrijven en de consument of de stad moeten kunnen sturen op zo'n goed mogelijke manier. Ja. Maar goed, hoe je dat doet, wegen, dat is heel moeilijk. Zeker in Europa is dat niet toegelaten. Dan ga je naar de rechtbank en krijg je altijd gelijk. Maar om het nog eens concreet te maken, zeker in Brabant, maar meer en meer ook in de rest van Nederland, heb je die gigantische distributiecentra. Limburg natuurlijk nog het meest. Ja, op zich is dat ook iets wat we allemaal aan bijdragen, in die pakjes en zo. Aan de andere kant zou je die intussen wel kunnen weigeren. Ik denk dat een van de vorige sessies was die erover over inging. Je zou het ook kunnen omdraaien, dat je ze zou kunnen wel toelaten, maar ook stellen van, je moet niet alleen logistiek doen of het verplaatsen van pakjes, maar zorg ook dat je tenminste een paar toegevoegde waardefuncties erbij hebt. Dat je ook in die Primark distributiecentra je kleren kunt herwerken. Mm-hmm. Ja. Dat is een discussie die je tenminste kunt aangaan, denk ik, met zo'n bedrijf. Maar dat je in ieder geval de ambities op een andere manier wat stelt. Wat ook interessant was, in de discussie die jij aanhaalt over logistieke landschappen met Claire Lister onder andere, associate professor in Chicago. Zij noemde ook dat misschien op een andere manier naar dat ontwerp kan worden gekeken. Mm. Ze noemde Plan Voisin van Le Corbusier in Parijs, waarbij ook een autoconstructeur bij betrokken was, omdat hij ook de meerwaarde zag van die verduurzaming en die sectoren aan elkaar, of de ruimtelijke planning daarbij ook te nemen. Is dat ook iets, Helmoet, dan ga ik even naar jou, wat jij als kansrijk ziet, dus om bedrijven eigenlijk mee te laten doen of op een andere manier te koppelen ook aan die ruimtelijke ontwerpopgave? Ja, dat vind ik wel. Ook al is die Plan Voisin eigenlijk echt iets wat nog veel meer over functiescheiding gaat natuurlijk. Maar natuurlijk moet je met die gebruikers dat gesprek aan. En vooral als het gaat over zoiets als circulaire economie, waar we eigenlijk met elkaar gewoon dat moeten vormgeven. Want daarvoor hebben we niet een patentset klaar liggen. Maar ik vind bijvoorbeeld nog over die datacenters en logistiek, dat is ook in Zuid-Holland heel erg actueel. Maar je zou eigenlijk moeten zeggen, kijk, we willen circulair worden en we hebben die logistiek ook nodig, juist voor de circulaire economie, allebei. Maar hoe maken we nu een keuze tussen die consumentenlogistiek bijvoorbeeld, die eigenlijk op de schaal van de Benelux gewoon consumptiegoederen wil verdelen heel efficiënt, of een datacenter wat alleen voor een groot Amerikaans bedrijf gewoon in een gesloten systeem werkt. Daar zou ik zeggen, ja, misschien daar wat minder van, maar juist die dingen die we nodig hebben voor het verbouwen van onze economie, die moet digitaal, dus we hebben datacenters nodig, maar die moeten ten dienste staan aan die beweging. En niet gewoon eigenlijk gebruik maken van onze goede
positie en infrastructuur zonder dat we daarvoor iets terugkrijgen. En dat terugkrijgen, dat zag je natuurlijk daar in de Wieringen Randmeer en op andere plekken. Als dat uiteindelijk op een gemeenteraad alleen maar terechtkomt, bij een gemeente die bijvoorbeeld, of in een gebied wat eigenlijk heel natuurlijk afhankelijk is van investeringen en werk, dan wordt het een te moeilijke keuze, vind ik. Dat moet je anders afwegen. Ja. En daarvoor is weer dat maatschappelijk gesprek waar Karel het ook over had, heel erg, dat moet je dan voeren, moet je ook durven. Ja. Ik zou ook nog even in willen gaan, Helmut, op de woon-werk combinaties, toch? Je zei, je moet ook het wonen durven weren, zei je, Karel. Helmut, jullie hebben bij de provincie Zuid-Holland ook gewerkt met die woon-werkakkoorden. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen? Ja, dat is, in mijn beleving is het zo'n tussenstap waar we eigenlijk proberen onszelf uit te dagen om zowel dat belang van die werklocaties die wij bij een inclusieve stad vinden horen, te combineren met die wens. En dat is ook bijvoorbeeld van die bestuurder waar ik met name voor werk, is dat woningbouwthema heel erg belangrijk, hè? Voor iedereen. Er is gewoon woning nodig. En dat raakt de mensen en dat raakt uiteindelijk ook de economie. Dus beide belangen, hoe doen we dat? En dat doen we met die woon-werkakkoorden, hebben wij dat gedaan door die ruimte op te zoeken in ons huidig beleid. Wetende dat dat alleen maar een tussenstap is, maar dat we in ieder geval die snelheid heel belangrijk vinden voor die woningbouw. En daarin eigenlijk de ruimte zoeken om toch snel bijvoorbeeld te zeggen, nou, dit project zou nu niet direct kunnen, maar we proberen wat creatiever te zijn met in de tijd of compensatie misschien toch elders. En dan ben je al in een heel ingewikkeld gesprek, maar je probeert tenminste wat mogelijk is. En soms zit er echt wel nog rek in, ten in ieder geval te faciliteren. En dat heeft echt geleid tot een paar goede versnellingen, ook in combinatie met die woningbouwimpulsen van het Rijk. Die hebben daar ook echt bij geholpen om op een paar locaties hier mee. Zou je daar één concreet voorbeeld van kunnen geven, van waar dat nou zo goed heeft uitgepakt? In Leiden bijvoorbeeld is één locatie, een verouderd bedrijventerrein, waar je dan eigenlijk zegt, van, ja, hier kan niet woningbouw plaatsvinden, want het moet dan gecompenseerd worden, want het ligt ook aan het water. En dat is ons wat waard als provincie, watergebonden bedrijvigheid, net als hoge milieucategorieën. Dus het mag eigenlijk niet volgens ons beleid. We hebben toch gezegd, nou, we moeten het weer mogelijk maken, want die locatie past heel erg goed in onze andere verhaallijnen over die stedelijke ontwikkeling. Eigenlijk is dat een prima plek, maar die compensatie, hoe doen we dat? En daar hebben we toch gekeken dat het niet binnen de gemeentegrens as such moet, maar dat we toch op regionaal niveau een deal hebben kunnen sluiten, een akkoord, dat we daar een goede uitruilactie doen. Maar het is in mijn beleving nog een beetje in het systeem opereren. En dat is een goede aanleiding om ook te agenderen dat we eigenlijk meer moeten doen. Hè? Ja. Maar het is met name versnellen en ook in het kader van die woningnood. Echt meters maken is natuurlijk echt heel erg prioritair bij ons. Ja, ja. Karel, ik zie jou. Ja, wat ik ook nog wou zeggen, mocht ik hier 30 jaar geleden gezeten hebben, dan ging ik waarschijnlijk mijn verhaal omgekeerd gezegd hebben. Dan ging ik zeggen van, we moeten veel meer dan wonen faciliteren. Want toen was er voornamelijk gekozen voor bedrijven. Mijn punt is net dat die relatie tussen wonen en werken, die in feite ook een stukje vervaagt, want de consument wordt producent en de producent wordt ook consument, dat die relatie, dat die helemaal niet kan gefaciliteerd worden door de ruimtelijke planning die we vandaag hebben. En dat, ik pleit hier helemaal niet voor mixing van functies, want daar, ja, zeker als Belg zijnde, weet ik dat dat ook tot heel slechte dingen kan leiden. En dat vind ik ook verbazend dat dat in Nederland zo makkelijk wordt gekozen, we gaan mengen. Nou, ik kan je zeggen dat dat niet is wat je wil wonen, en zeker geen kleine kinderen op fietsen wil laten rondfietsen. Het mengen van functies moet op gebiedsniveau gebeuren. Afgescheiden gebieden waar inderdaad nog zware logistiek, want dat zou je niet kwijtraken, kan gebeuren, maar wel dicht genoeg bij de belangrijkste grondstof van die bedrijven, zijn de mensen die daar werken en eraan aan denken en er samen in opereren. Dat is mengen van wonen en werken.
Misschien is het goed om daar, we hebben namelijk Christian Weiler ook gevraagd om een korte reactie via de mail te geven. Hij is auteur van Value Cycle for Real Space en heeft onderzoek gedaan naar de innovatiekracht van broedplaatsen. Dat deed hij in opdracht van het College van Rijksadviseurs in 2019. En hij zegt, werklandschappen van de toekomst moeten met gemengd programma worden opgezet. Dus werk, onderzoek, onderwijs, cultuur en natuur om in technische, maar ook sociale zin waardeverbanden te ervaren. En zich te kunnen richten op het innoveren van die duurzame waardecycli. Dat gaat dus wel over een soort gemengd programma. Zit daar dan nog een bepaalde bandbreedte in? Want ik kan me inderdaad voorstellen, wonen met kleine kinderen naast zware... Nou, überhaupt wil je niet naast zware industrie wonen, maar misschien een maakindustrie of wat Christian zegt, cultuur, onderwijs. Zit er een soort bandbreedte of is daar een clustering in aan te brengen in hoe je wel op zoek kan gaan naar bepaalde mengvormen? Ja. Opnieuw, ik ben ook niet tegen mengen, helemaal niet. Maar wat je ziet in de realiteit is dat dat mengen gebruikt wordt om die agenda van dat uiteindelijk wonen te kunnen doorduwen. Hm. Ja, maar we gaan toch mengen, dat is toch goed? En dan haal je die kritiek eruit. Er is een groot verschil bijvoorbeeld met in België. Havens, havengebieden liggen vast in de grondwet. Dus je kunt die eigenlijk niet omzetten. Dus die discussie... Gewoon een bestemmingsplan eigenlijk. Ja, en de gemeente kan dat niet zomaar omzetten. En hier in Nederland is dat wel makkelijker. De gemeente kan daar best zelf over beslissen. Zie je vooral in Amsterdam gebeuren. Ja, dan is er ook een opening voor diegene die daar potentie in ziet om daar veel geld uit te halen. Dat kan zelfs zijn met de goede bedoeling om huizen te realiseren. Mm-hmm. Dat die opening toe leidt dat dat inderdaad zo gebeurt. De deur staat open. Dat wonen in werkgebied komt, waardoor je normaal gezien... in feite niet zou kunnen komen, want ook in Nederland is de regelgeving heel streng. Maar goed, we hebben de crisisherstelwet van de vorige crisis, die ik nog altijd in voegen is, die nu intussen al de omgevingswet wordt genoemd, die is er ook nog niet. Maar in feite is die crisisherstelwet er gekomen van, oei, de investeringen gebeuren niet, we moeten een beetje onze regelgeving naar beneden halen. In die context is mengen toegelaten, mm-hmm. maar die deur is niet meer gesloten geworden. Ja. Dus dat is een stukje wat je nu ziet, dat die bedrijventerreinen heel snel worden ingenomen door woningen. Mm-hmm. En ik ben ook voor veel meer woningen, maar we zullen misschien op de korte termijn een winst boeken die we dan op lange termijn een groot verlies hebben. Dus wat ik ook vaak zeg is, misschien dat we binnen 10 jaar met dezelfde publieke middelen die we nu gooien om een Binkhorst, om een havenstad überhaupt in stedelijk gebied om te zetten, want dat kost gigantisch veel geld, tot de metro bouwen toe, reken maar uit wat het allemaal kost, om daar een stedelijk gebied van te maken, dat we binnen 10 jaar of 15 jaar het omgekeerde doen. Ja. Want de stad is volgeslept. We hebben niet meer de functies om al ons afval of grondstoffen te herwerken. Ja. En we hebben die terreinen weer nodig. Ja, dan denk ik van, dit had je misschien wel kunnen voorspellen. En het gaat toch wel weer over dat lange termijn denken. En of waarin je dan wellicht weer kan versnellen met nieuwe akkoorden en nieuwe manieren. Ja. Maar die lange termijn moeten we in gedachten houden. Ja, en... het stond ergens op mijn slides. Je ziet dat de ruimtelijke ordening opnieuw een soort van renaissance kreeg. Hè. In de industriële revolutie zag je mengen van functies, dat lukte niet meer. Dat was verschrikkelijk op alle vlakken. Je krijgt zonering. Die zonering is in feite nu bijna helemaal weg. Ja. En je ziet dat het systeem gewoon zichzelf weer vastrijdt. En je ziet dat de ruimtelijke ordening terugkomt. Hè. Het ministerie is daar. Ja. Zal er iets gebeuren? Want de keuzes worden niet meer gemaakt. Het wordt allemaal op een proces losgelaten. En je ziet dat in feite iedereen zich vastrijdt. Ja. Letterlijk. Dat is een interessante tijd. Ja. Helmut, ik wil nog heel even ook vragen. Je had het over de hokjes en de verschillende domeinen. Zijn er manieren, methodes of middelen, tools die ingezet kunnen worden om die domeinen slimmer nog aan elkaar te verbinden? Binnen ook die transitie van werklandschappen? Dat denk ik wel. Om te beginnen moet je elkaar echt ook opzoeken en je moet gedeelde projecten eigenlijk kunnen definiëren. En dat moet je ook durven te experimenteren daarop. Ik ben een beetje positiever dan Karel over dat functiemenging. Ik denk dat er veel meer kan dan we denken. Maar je moet het wel slim doen en eigenlijk opnieuw nieuwe legende-eenheden uitvinden. Maar volgens mij kan je, als je de goede bedrijventerrein inderdaad beschermt, een basisstructuur hebben in een regio, in een stad, en daaromheen kan je echt met best beschikbare technologieën, met voorzichtige experimenten en goede nieuwe zonering, kan je best ver gaan.
Maar ik zie ook uit stedenbouw heel veel natuurlijk die woningbouw snel daarin gerenderd en een wat hippe woon-werkmilieuplaatjes ontstaan die volgens mij ook nog niet doeltreffend zijn. Dat onderschrijf ik ook wel. Moeten we hier meer mee experimenteren dan op kleinschalige gebieden? Om te kijken wanneer het werkt en wanneer het niet werkt? Ik denk dat dat niet alleen een vraag is van kleine schaal, maar ook echt verschillende zones. Dus een Meerweerhaven is iets totaal anders dan een Binkhorst of is iets in het Westland. In die kassengebieden is grootschalig over werklandschappen nadenken. En hoe dichter je bij kleinschaligere bedrijventerreinen komt in stedelijk gebied, des te meer zal het experimenteren zijn. Maar je moet echt die mensen dan meenemen die daar zitten en serieus nemen in hun belang en ook investeringstermijnen. En tegelijkertijd ook vernieuwing mogelijk maken. En daarvoor heb je in mijn beleving ook instrumenten nodig. En ook financieel, juridische, misschien belastingtechnische dingen. En daar gaan wij als provincie vaak dan weer niet over. Maar ik mis soms een paar triggers om toch ook in tijdelijkheid en in zeg maar ook grondbeleid en lange termijn denken toch wat structureler hiernaar te kijken. Ja. En dat is echt een nieuwe opgave. Voordat we naar de laatste stelling gaan, heb jij een voorbeeld of zelfs voorstel voor zo'n trigger waarvan je denkt, nou, als ik dat heb, dan zou het toch allemaal een stuk eenvoudiger gaan? Nou, ik zou wensen dat we een paar plekken waarvan we weten, die zijn echt strategisch belangrijk voor bijvoorbeeld de circulaire economie. Die liggen aan het water, die hebben bestemmingsplan ruimte voor hoge milieucategorie, zijn top bereikbaar, multimodaal. Dat we daar toch zeggen, hey, even pas op de plaats en ook instrumenten en geld beschikbaar stellen, zodat die trigger eruit is om snel wat te doen. Om echt goed na te denken over, oké, wat is dat voor een knoop in zo'n regionaal systeem? Ook logistiek, hè? Stadslogistiek versus die grote stromen. Dat we daar toch slimme keuzes maken en liever wachten. Ja. En stapsgewijs dingen doen of één keer een goede keuze maken om zo'n plek echt te beschermen. Dat zou ik echt heel gedurfd vinden en heel vernieuwend. Maar dat betekent dat je zou moeten zeggen, nu even nog niet meteen bijvoorbeeld woningbouw. Ja. Wachten met bouwen, maar keihard aan de slag in het met elkaar in gesprek gaan en daarover nadenken, dan neem ik aan. Vinden jullie het goed om naar de derde stelling te gaan, omwille van de tijd ook met name? De derde stelling luidt, we hebben meer verbeeldingen nodig van doemscenario's om mensen wakker te schudden en zo draagvlak te creëren voor verandering. Voelen we de urgentie wel genoeg? Ik vond het leuk, Helmut noemde al even, we zitten soms tussen een hype of een doemscenario. En deze stelling luidt dus, we hebben toch meer doemscenario's nodig, want we beseffen nog niet genoeg hoe hard we aan de bak moeten. Hebben we dus daar ook meer verbeeldingen misschien van nodig om dat gevoel te vergroten, om dat meer concreet te maken? Ik zie hier in de chat de antwoorden binnenkomen. Wat zeggen jullie? Ja, ik zou dan Helmut willen vragen, omdat hij het al zo mooi aanhaalde in zijn presentatie. Ik merk zelfs, kijk, we kunnen heel goed inmiddels zeggen, ook als provincie, wat we niet willen. Bijvoorbeeld over logistiek of over datacenters. Mm-hmm. Maar we hebben positieve verhalen nodig die ons met z'n allen eigenlijk ook verder dragen. Dus ik zou liever met het glas is half vol en een wenkend perspectief aan de slag willen. Dan met een doemscenario. Ik vind ook die verdozingsdebat en zo, dat is heel erg dat ongemak. Natuurlijk, dat is er. En tegelijkertijd zou je moeten laten zien hoe het wel kan. En dat is veel belangrijker, maar ook moeilijker. Maar als je dat lukt, dan ben je echt een stap verder. Gebeurt dat nu voldoende? Dus wordt die hoop genoeg dan aangesproken, waardoor mensen echt gemotiveerd worden? Of hebben we dan dus meer hoopvolle scenario's, inspirerende scenario's nodig? Dat vind ik wel, ja. Ja, daar gaan we zo even nog over hebben. Hoe dan? Want volgens mij is dat dan toch ook wel een vraag. Maar ik ben eerst benieuwd, Karel, wat zeg jij? Hebben we meer doemscenario's nodig? Ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld het effect van studies die zeggen dat we naar de hel gaan, hè? Klimaatveranderingsstudies, de klimaatmarsen en zo, zie je dat effect ervan op zich minimaal is. En dat klopt ook wel, als je altijd maar hoort dat het slecht gaat, dan denk je van ja, laat maar. Ik leef in het hier en het nu.
Dus ik denk inderdaad dat we het vooral positief moeten benaderen. Waarom hebben wij dit nodig? Want we mogen niet naïef zijn. De normen en waarden die wij hier hebben, de rechten van bepaalde groepen in de samenleving, die zijn geen zekerheid. Mm-hmm. En daar mogen we best trots op zijn dat we die hebben. In andere delen van de wereld is dat helemaal niet zo. En dat is wat ik bedoelde met die wereld van morgen. Maar we kunnen natuurlijk altijd zeggen, ja, maar op andere plekken is het nog erger. Ja. We doen het hier, we hebben het hier en we doen het hier best wel goed. Ja. Maar als ik het even heel concreet maak. Mijn ouders die isoleren nu een dak samen met een warmtepomp die ze aan het installeren zijn. Ik vraag me toch af of dat mijn ouders daar die euro's in hadden gestopt als ze niet ook vaak hadden gehoord, het gaat niet goed zo. Dan hadden ze gedacht, weet je, leuk de inspirerende verhalen, maar ik steek mijn geld wel ergens anders in. Ja. Ja, als we die metafoor of dat voorbeeld even doortrekken naar bedrijven. Ja. Als we het nu even dan hebben over dat werken in de toekomst. Werkt het ook zo bij bedrijven? Want ik kan me toch wel voorstellen. Ik moet ook, in de eerste dialoog werd het ook genoemd. De rechtszaak tegen Shell bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Dat zet echt wel iets in beweging. Ja, ja. Ja, bedrijven die vandaag niet investeren in duurzaamheid zijn gedoemd. Ja. Dat is bijna denk ik een wet. En komt dat door de doemscenario's of komt dat door de inspirerende scenario's? Ik denk dat het gewoon de realiteit is en dat je daar geen doemscenario van nodig hebt. Hm. Want als je inderdaad wilt blijven bestaan in wat je doet of wat je verdedigt, dan moet je erin mee. En inderdaad vasthouden, dat is net dat puntje van optimalisatie versus specialisatie. Als je inderdaad blijft hangen in die optimalisatie wat je doet, bij gedoemd te verdwijnen. Dat is de creative destruction. Maar inderdaad, wij focussen op die specialisatie. En die specialisatie gaat naar een circulaire economie. Geopolitiek is dat te verklaren. En om daarin toch een stapje voor te zetten, kan je dat koppelen met duurzaamheid. Mm-hmm. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, dan ga je blijven bestaan. En dat is niet één bedrijf, dat is niet één stad. Dat is eigenlijk onze maatschappij die daarin moet investeren. Dus inderdaad, als je vandaag ziet, ik denk dat het rapport deze week nog uitkwam, dat zoveel publieke investeringen, zowel in Nederland als in Europa, nog geïnvesteerd worden in fossiele energie. Ja, dan dat vraag ik me toch wel af. Ja, ofwel worden die subsidies gebruikt om inderdaad die Shell om te vormen tot een bioraffinaderij. Ja. Kan ook. Maar goed, ja. Vanuit daar de vraag ook, waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Ja. Want dan zou je ook kunnen zeggen, alle burgers nou overstappen naar een bank of een verzekeringsmaatschappij die alleen maar investeert in duurzame oplossingen, innovaties, ideeën, dan komen er misschien ook wel. Maar kun je de verantwoordelijkheid bij de burger leggen of ligt die verantwoordelijkheid toch bij een provincie bijvoorbeeld? Helmoet. Oh, mijn schouders worden eens... ja. Voor deze laatste maar 5 minuten zetten we nog even... Precies. Ja, maar de vind ik, de overheid heeft hier ook een rol, zeker. En de overheid is van ons allemaal. En daar komen dan ook die maatschappelijke discussies, die kristalliseren zich dan eigenlijk ook weer in keuzes. Maar daar is een enorme kracht van bijvoorbeeld ondernemers die met één ding bezig zijn tegen de gevestigde orde. En op een gegeven moment gaat het kantelen en iedereen denkt, Tesla of wat dan ook, of kleinere dingen. Dat wordt echt interessant. En wat ik altijd interessant vind, is ook als dan opeens jonge, goed opgeleide mensen veel liever naar die sector gaan in startups of gazelles. En dan opeens dat gevecht begint van, jeetje, krijgen we überhaupt nog jonge, gemotiveerde mensen? En dan ben ik ook meteen weer bij verstedelijking en woningbouw, want die moet je ook kunnen huisvesten. Maar dat is wel interessant wat daar gebeurt. Hè? Dat ook die grote bedrijven in mijn beleving echt moeite krijgen, vrij snel, om goede, jonge mensen aan te trekken. En regio's raakt dat ook. Dus zorg ervoor dat je een verhaal hebt waar mensen denken, nou, hier bouw ik mee aan de toekomst. En zelfs als klant en als burger, als gebruiker, kan je natuurlijk ook wat aan doen. En de overheid moet dat triggeren, vind ik. Maar dan ben ik ook maar een burger. En dan moet je die instrumenten moeten ook echt daarop toegespitst worden dat kan en dat experimenten ook voor een overheid mogelijk worden. En dan kom je heel erg in een checks and balances systeem terecht. Als we ons voor alles moeten verantwoorden en niet mogen experimenteren, dan wordt het wel zwaar, ook als overheid. Dan moet je kijken wat voor een overheid je weet. Ja. Ja. Dat draagt misschien, of dat raakt misschien wel weer aan een reactie ook van Christian. Om draagvlak te creëren voor transitie, voldoet het
ook niet langer om alleen maar over te denken, te praten en te schrijven. Maar moeten we ook werken aan die ervaarbare prototypes. Dus dat raakt wellicht dan aan het vertrouwen geven om ook echt te doen. Zo zegt Christian, experimentele resultaten van samenwerkingen in de werklandschappen van de toekomst. Om die dus echt ervaarbaar te maken. Karel, ik zag jou al de hele tijd knikken tijdens het betoog van Helmoet. Ja. Ja, het gevaar hierin is dat je in een ecomodernistisch discours geraakt. Mm-hmm. Dat wat we morgen zullen realiseren, dat is wat we moeten doen. De metafoor die ik vaak gebruik is, er wordt heel veel aandacht en ook heel veel geld, ook via TU Delft trouwens, in die hyperloop gestoken. Dat zal de toekomst zijn van de logistiek van morgen. Maar we kunnen vandaag onze hoogsnelheidstrein nog niet laten rijden op schema. Dus waarom gaan we niet eerst onze technologie die we al 100 jaar hebben, eerst die optimaliseren voor we weer al leren focussen op dat nieuwe. Maar dat is wel een complex gegeven. Dat enerzijds is het betoog, we moeten echt ook ver vooruit kijken of verder vooruit in ieder geval. En anderzijds toch ook weer werken met wat we hebben, omdat anders is de kloof te groot eigenlijk. Ja. Dat is ook beschreven in de literatuur, dan zit je in transitiemanagement en transitietheorieën. Je hebt incremental change, kleine dingetjes die gebeuren. En je hebt die hele grote omslagen. Mm-hmm. Ja, ik geloof denk ik ietsje meer in die kleine dingetjes die gebeuren, die soms wel eens een duw nodig hebben, dan die ene omslag die ooit zal gebeuren morgen. Ja. Denk ik niet. We zitten al een beetje op het einde van de tijd, maar ik ben toch wel benieuwd, waar zitten die duwtjes, waar kunnen die vandaan komen? Of waar moeten die wellicht vandaan komen? Ja, dan kom je toch wel vaak bij de kaders die de overheid schept. Mm-hmm. En welk schaalniveau zou je dan... Bijvoorbeeld de fiscaliteitsregels die je kunt veranderen. Waarom zijn herbruikbare producten duurder dan virgin materials? Dat is al iets dat je kunt afvragen. Waarom wordt CO2 in de luchtvaart niet getaxeerd? Ja, dat zijn allemaal dingen die... Ja, dat is geen economische wet. Dat is hoe de wetgeving wordt gestructureerd. Ja, dat zijn de dingen die veel kunnen laten gebeuren. Ja. En dan zul je wat Helmoet zegt, degenen die echt vooruit willen, niet tegenwerken, maar faciliteren. Ja. Helmoet, hoe dat faciliteren en de duwtjes, heb jij daar nog ideeën over? Of hoe doen jullie dat vanuit de provincie? Voor ons is dat op dit moment eerlijk gezegd lastig. Dus we moeten echt kijken dat we op een andere manier ook aan die groene stad werken. Inderdaad, dat heb ik in het begin geprobeerd uit te leggen. Maar dat is ook echt een gesprek van wie acquireren we, wie halen we binnen en wie faciliteren we ruimtelijk. En wij zijn een eind gekomen met verstedelijking en dat domein heeft heel veel aandacht gehad. Verstedelijking, infrastructuur, toplocaties, agglomeratiekracht. En daar ontstaat nu een nieuwe wereld en een nieuwe opgave waarin die werklandschappen een enorm belangrijke rol gaan spelen en die vergen diezelfde aandacht en hebben die ook verdiend. Maar dat is niet een stedenbouw- en infrastructuurprobleem alleen. Dan moeten we veel meer met die ondernemers en met de economie en met ook andere opgaven zoals digitaal, circulair, natuurinclusief, gezond, die moeten allemaal aan tafel. En daaruit hoop je dan dat iets nieuws ontstaat en dat wij dan ook als overheden het lef hebben om af en toe met onze kracht te spelen, lange termijn, slim grondbeleid en verschillende ook instrumenten die je op verschillende schalen hebt, nationaal, regionaal en lokaal, dat slimmer bij elkaar komt. En uiteindelijk moet je dan ook kiezen, keuzes maken en dat ook durven. En dat is ook politiek, is dat niet zo makkelijk, hè? Ja. Keuzes maken is dan toch weer een... Ja, en als politieker word je afgerekend op keuzes, hè? Ja. Dus daarom zie je dat keuzes vaak niet worden gemaakt. Ja. Ja. Dat is geen goed of fout, dat is een vaststelling. Ja, ja. Nou, wellicht is dat dan ook een mooie oproep in ieder geval nog van Helmoet om dan, waar wellicht ook de Floriade nog een onderdeel in kan spelen, met dat om elkaar naar tafel gaan. Want dat is natuurlijk waar dat tienjaarlijkse evenement ook heel erg om draait, om die ontmoeting, om elkaar met elkaar in gesprek te gaan. En zoals ook al in de discussie naar voren komt, ook daarin te experimenteren. We hadden nog veel langer kunnen doorpraten, maar voor de afsluiting, hebben jullie nog een oproep dan voor de Floriade? Of misschien een idee of een, dat mag zijn van een soort programma? Of met wie zou je bij elkaar aan tafel willen zetten? Helmoet noemde het natuurlijk al een beetje, het werd al vaker genoemd vandaag. Een soort verwachting van de Floriade, wat zich heel bijzonder als tuinbouwevenement toch op de steden ook, die groene steden, zich richt. Eigenlijk in de lijn van mijn presentatie.
hoe kun je nu de stedenbouw, de groene stedenbouw, situeren in grotere agendas? Dus hoe kun je van landontwikkeling, dat zijn we allemaal een beetje geworden, optimaliseren van het land, hoe kun je nu weer specialiseren vanuit netwerken en daarin de rol van functies, zowel publiek, privaat als whatever, koppelen aan dat groen. Ja. Dan heb je denk ik het juiste te pakken. Ja. Dus een beetje onduidelijk advies, maar... Vanuit die de specialisaties, als ik het zo ook goed bedacht, kijken hoe kun je daar nou je raakvlak aan vinden en dat vervolgens echt weer implementeren ook. Ja, eerst kijken waar we naartoe willen als maatschappij. Hoe kunnen wij specialiseren in die wereld van morgen? Dus onze voorsprong houden. Ja. Om in feite onze normen en waarden te kunnen houden. En dan, hoe kunnen we ruimte daarin gebruiken? Kan het ook, dan ga ik toch nog een beetje over de tijd, maar kan het ook niet andersom? Want als we beginnen met waar willen we naartoe? Dat is toch een vrij complexe vraag als je die wil beantwoorden voordat je aan de slag gaat. Als je over normen en waarden gaat, is dat niet zo moeilijk. Hè? Dat is in feite wat we hebben, zou ik vooral willen houden. Soms merk je dat het toch nog niet eenduidig is. Ja, ik zeg niet dat dat perfect is, maar als je nu over vrouwenrechten praat, dat kan alleen maar beter. Maar we gaan anders niet achteruit gaan. Ik denk dat dat wel een duidelijkheid is. Hè? Ja. Dus dat is het beetje. Ja. Zo van die dingen. Ja. Ja. Maar dat is dat complexe, daar moet je eigenlijk voorbij gaan. Ja, precies. We willen juist naar dat concrete. Ja, en hoe kun je dat nou toepassen? Nou, Helmut. Ja. Nou, ik vind het moeilijk om een advies dan te geven aan de Floriade. Ik vind dat er interessante thema's bij elkaar komen. Ik zou wel wensen dat we juist dat gesprek over hoe maken we keuzes, dat daar ook ruimte voor is. Want je ziet natuurlijk vaak mooie plaatjes en projecten en renderings en... die EcoCity-achtige verhalen, maar dat, in de kern is het toch ook echt een maatschappelijke discussie. Dus neem ook politiek, kunst, filosofie mee en laat het daarover gaan. Wat we eigenlijk, welke risico's ook, wat moeten we voor risico's nemen en waar is het ook, wat wordt daar ook leuk aan? Zeg maar dat even dat wenkend perspectief, dat ons niet alleen uitdaagt aan mooie groene projecten, maar ook... echt die keuzes veel explicieter te maken. De afweging erachter. En ook te benoemen waar het is risico en is het dat weer waard om te doen. Dat mis ik soms. En dat... Nou, laten we hopen dat die gesprekken dan gevoerd gaan worden. En dat daar dan ook hele concrete handelingsperspectieven weer uit naar voren komen. Die worden uitgevoerd. Ik dank jullie heel hartelijk voor het gesprek. Karel van den Bergen en Helmut Thule. Ik dank jullie natuurlijk hartelijk voor het kijken en ook het deelnemen aan in de chat en aan de stellingen. Dank ook aan Vereniging Delta Metropool, uiteraard de provincie Flevoland en de Floriade voor het organiseren en het opzetten van deze reeks. De dialoog is net als de 5 voorgaande terug te kijken via de website van de Vereniging Delta Metropool. En de gehele serie die wordt gedocumenteerd in korte chronieken geschreven door Sanne van den Bremer. En die worden heel mooi gebundeld in een tweetalig cahier welke ook zal worden uitgedeeld tijdens de Floriade Expositie. Van 14 april tot en met 9 oktober. Ja, we zitten hier midden in op het terrein en er moet ook nog wel wat gebeuren, maar dat kan ook heel snel gaan. Dus ik ben benieuwd hoe het hier midden april eruit gaat zien. Hopelijk ook tot dan. Voor nu nog eenmaal dank, Karel en Helmut. En hopelijk ook bedankt, tot op de Floriade. Ja, graag gedaan.